You're listening to the fuck Fuckcast. Uh, Het is vandaag zondag 20 augustus. En, uh, en ik zit hier uh, tegenover een zeer gespierde Alex Agnew. <laughs> uh, stay busy, work out, it's all diet. <laughs> Uh, whatever. Ja, goed. Welkom, Alex, zegt <laughs> um, We vieren vandaag dat. Er is niemand dood. Ja, ja er zijn van allerlei Woehoe! mensen dood. Waarschijnlijk. Ja, hij is getwijfeld. nog niet dood. Hij is uh, 80 jaar geworden. Uh, uh, 17 augustus is Robert de Niro 80 jaar geworden. Uh, en ik denk wel dat we een overzicht van zijn werk kunnen doen. Omdat ik mm -hmm. heel uh, uh, zonder enige vorm van cynisme kan zeggen. Uh, ik denk niet dat hij nog heel veel goede films gaat maken, gezegd. <laughs> Onderschat hem niet. Hè. Het kan zijn nee, dat okay, hij toch nog zo in zijn late jaren nog zo'n revival film maakt, hè. Want ik vond bijvoorbeeld zijn rol in The Joker helemaal niet slecht. Klopt. Nee. Zo, oh, hè. Er bent. zijn, ja. zijn zo'n momenten dat hij nog wel even laat zien wie dat hem is. Ja. Dus alleen dat hem zo de laatste jaren, denk ik. Uh, ik weet eigenlijk ook niet, want mensen zeggen oh, hij is alleen nog maar geïnteresseerd in een paycheck of zo. Maar ik weet het niet. Misschien. Ik denk is dat zich gewoon dat zo... het amuseer is met, ja, met shit. Het zijn wel shit, maar hij zegt wel het Ik denk het, ik is denk, wel ik het, denk het vaak ook dat je gewoon denkt. Oh, man, ik heb mijn gewichtige jaren achter de rug of zo. Dat hoeft voor mij allemaal niet meer. Die grote the angry young Man is er maar lang niet meer. Ah nee, dus, dus... Al, al, 20, al 60 jaar niet meer. Ja, dus... eh, ik zag trouwens een foto op het interwebs. Hij heeft blijkbaar nogal een feestje gedaan, natuurlijk. Mm -hmm. hè? En, alle... en dat Christopher Walker, die ook 80 jaar is. Dat die ook uh, uh, op, naar een feestje geschuifeld was. En die komt eigenlijk ook niet meer buiten. En dan ja. Christopher en denk je ook van: ja, oh, ik wil. En ja, dat wordt wel de Emperor in de nieuwe dune film Dus daar kijk ik wel echt naar. Die, 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 die twee zijn. scènes in een trailer en dat is al menacing. Dat Chris is... Walken. Dat is al beter dat's, dan de rest. Dat is ja. Chris Walken, die je de, de ene een oogopslag dat hij doet wanneer ze zeggen: Paul Atreides leeft nog. Dat is die gast waar je in King of New York schrik van had. Voilà. Dat je denkt, oh ja, dat is die zot. Die nee, doe ik nog altijd wel. Hè, die kant. Dat je... Chris Walken is ook een klein beetje door de duizenden imitaties van hem iemand geworden dat bijna een karikatuur geworden is. Ja. Maar als je weet dat hij zijn beste rollen, waarin hij dat die, dat, dat die een gevaarlijke gast met een hoek af was, ja, dan, dan ben ik wel blij met die trailer van Dune. Want dan denk ik, daar zit geen nu, maar in. Daar is hij we... echt weer terug. Klopt. Zo en als jevaren, we hem vergelijken met, ja. met Robert de Niro... ook wel heel veel uh, die ook wel heel vaak geïmiteerd is en waar ook wel. Mm -hmm. Uh, uh, die ook wel een beetje uh, soms iets te karikaturaal voor zichzelf is, heb ik het gevoel dat Christopher Walken een beter gevoel voor humor heeft. Dat als Christopher Walken iets grappigs doet, dat het ook effectief grappig ik, is. Ik, ik, ja, maar ik weet het niet. Want ik weet dat, dat De Niro misschien niet zelf een gevoel voor humor heeft, maar wel heel veel houdt van humor. Daar ben ik zeker van. Als een ja. gast die enorm hart bijvoorbeeld, dat, dat, dat een van de beste dingen dat je van hem kunt zien, is hoe dat hij reageert op de Golden Globes en Ricky Gervais. Hè? Die gewoon Pot, ja, Je vindt dat hilarisch. Dus dat is wel een gast dat zichzelf kan relativeren, denk ik. Allee, ik ken hem uiteraard niet persoonlijk, dus je weet dat niet, maar als je al ziet hoe dat je zo. Ik ben er mee akkoord, want ik denk dat hij heel graag daar die komische films uh, maakt, omdat hij graag in de buurt is van grappige mensen. Ja. En, en omdat hij die misschien... analyse this films, omdat hij graag in de buurt is van, ja. van, van, van een band En Dat is trouwens ook soort... een hele goede film, Analyse. Die dat... wel? Nee, nee die analyze... Wacht, je hebt nog heel nee. oh, Midnight Run. Ah, oh, met Charles Grodin. Daar komen we zo op, want die heb ik maar... eigenhandig de top 10 ingestuurd. Want die heeft ja. dat niemand genoemd. Ja, uh, die... die heeft er bij mij. Uh, er zijn er twee die ernaast gelegen hebben. En dat zal ik u vertellen als we bezig zijn. Ja. Maar die dat er bij mij niet in staan in mijn top 5. Die er even goed wel in hadden kunnen staan. En Midnight Run was er wel een van. Want dat is een film die ik, ik veel gezien heb vroeger. En dat ik ook een hele goede film vond. Ja, mijn uh, jouw top 5. Uh, komt redelijk overeen met de, de gemiddelde mensen. Uh, in een andere volgorde. En, en, en jouw mm -hmm. nummer 1 is ni niet, uh, staat iets lager. Uh, mm -hmm. De top 5. Excuseer, Amma, ik heb te veel cola gedroogd. <laughs> um, excuseer, sorry. Woo! En ik wou zeggen, dan knippen we eruit, maar dan heb ik echt. Here comes lunch. Voor. Nee, nee, niet doen. Die doen. Lot uit los. Maar, maar dan, het is dan dat podcast, ook niet nee, die is niet radio. <laughs> ja, dat moeten we nog doen. Podcast en Smellorama. Dan wordt het wel pijn. Oh shit, dat moet ik me echt wassen. Ah, jongen. Ja, dat gaan we niet doen, Nee, fucker. Het is eigenlijk de top 5, is de, een duidelijke top 5. Die heeft heel veel stemmen uh, gekregen. Ja. Mm -hmm. uh, want ik denk dat we even iets zullen vertellen. We hebben. Een 100. Wacht hè? Een 120-tal stemmen hebben we gehad. En de top 5 is heel duidelijk afgetekend. Laten we zeggen, 6 tot en met 12 is ietsje uh, ruimer. Mm -hmm. uh, uh, het is een top 12 uh, geworden. Anders dan, uh, uh, en op de 12e plaats staat al gelijk een, uh, een uh, ex-equo uh, mm -hmm. van een aantal films. En ik wil daar twee. Uh, ja, daar zit ook een hele slechte tussen, namelijk Dirty Grandpa. Waarover later meer. Maar Jackie Brown staat op 12, waar die natuurlijk. Ook een hele goede rol erin Dat zijn die ik nog eens moet terugzien. Dat is misschien wel een van Tarantino's beste films. Zonder zever, dat is eigenlijk. Ik denk dat toen dat dat uitkwam, hadden mensen meer verwacht dat dat zo'n. Black Exploitation orgie van geweld ging zijn. En dat is dat niet. Hè. Dat is nee. eigenlijk uh, een verfilming van Rum Punch, een boek van Elmore Leonard. Klopt. En dat is eigenlijk meer een soort, ja, um, goh, heist-achtige film. Mensen zijn ook zo. Bezig met geld en, mee, en zij is een koerier. het is ook zo: de FBI zit er dan tussen met een, een onwaarschijnlijk geweldige uh, Michael Keaton erin. Je ja, trouwens die rol ook nog eens terug overdoen van datzelfde personage, Ray Nicolet, denk ik dat hij erin heet. Doet de Moek in dingen, in Get Shorty. Get Shorty doet hij dezelfde rol. En is er zo'n geweldig moment uh, dat hij zo'n t-shirt aan heeft met FBI op. En dat, hij, uh, dat Dennis Farina dan zegt tegen hem... You also have one that says undercover. <laughs> zo, wat ik wel heel grappig <laughs> vond. Hè, zo. Yeah. En, en, maar ik moet die nog eens terugzien. Dat is echt zo. Ja. Uh, veel mensen benoemen die en ik... Ik denk dat ik die nu, als we die terug gaan kijken, leuker ga vinden dan dat ik die dat ben ik Daar ben ik zeker van. En uh, ja, ten eerste, dat is ook een van Samuel Jacksons beste rollen ooit. Je ja. speelt daar echt een onwaarschijnlijke klootzak in, maar een enorm charismatische klootzak. Hè? Zo ja, 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 ja. Die, uh, Ordel Roby, zo'n uh, drugdealer, wapenhandelaar, foute gast, tot en met... Die ook uh, ja, op heel veel manieren een enorme dreiging uitstraalt de hele tijd. Ja. En dan, uh, hij speelt dan eigenlijk. Robert De Niro speelt zo'n stoner, zo'n gast die eigenlijk in de gevangenis heeft gezeten. Een maat van hem die terug vrijkomt. Ja. En waar hem terug een beetje mee wilt gaan werken. Maar hij blijkt na nou, een tijd eten door hè, dat hij is eigenlijk een mega-loser geworden. Maar, er, maar en die heeft dan zo'n hele rare relatie met Bridget Fonda, he, het lief van Het lief van, van, uh, van het personage van Samuel Jackson, die dat dan zegt van oh, Amusee de Gollon met twee. Maar. Ja. maar dat wordt ook zo'n enorme, toxische, slechte relatie tussen die twee. En de, ja, er zit een hilarische scène in waarin de Robert De Niro ja, niet meer weet waarom ze een auto geparkeerd heeft. Op de, op de parking. En die is aan het wandelen en zij loopt erachter en zij is in heel de hele tijd aan het reiteren. Zo, Weet ze nog waar dat de auto staat? Oh, en die nee. heet ook Louis. En ze zo: Louis. Louis. En op de deur werd hij zo kwaad dat hij Bridget Fonda gewoon omver schiet omdat hij beu is. Ja, ja. Dus dat zijn zo van die. Er zitten echt heel grappige scènes in. De Nero is niet het scherpste potlood in de doos in die film. Wat ook wel eens Wat leuk is. is. Ja, Wat ja. wel grappig is, want ja. meestal is hij wel zo'n een, een gast die het wel onder controle heeft. Of die het toch op zijn minst een bepaalde dominantie heeft. En dat ja. heeft je daar niet. Nee. En dat is wel echt heel grappig. Dat is een goed personage dat je daarin speelt. Ja. Leuke film. Ja, ik ga die nog eens weer herbekijken. Op de, ja. Ook op de twaalfde plaats stond de Irishman, daar heb ik het al vaak genoeg over gehad. Fuck die shit, daar ga ik het liever over hebben. Want ook op de twaalfde plaats, daar wil ik het wel even over hebben. Want maar jij spij... bent echt, echt geen fan van die film, hè? Ja, The Irishman. Nee, nee, nee. nee, vond, nee. Ik was daar ook niet kapot van. Hè? Ik moet er eerlijk in zijn. Ik, ben ook, ik vond dat ook zo alle dingen die Scorsese al gedaan had, maar de minder goede versie ervan. Ik heb dat ik heb ja, er zelfs niet uitgekeken, denk ik. Ja, ik dat heb het omgeving. wel helemaal uitgezien, hè, alle, alle twee dagen ervan. Ja, uh, precies. Want dat is ook een film die, ik denk dat die bijna vier uur lang die is. Je, maar, maar dat is gewoon, maar, dat is gewoon maar, een tv-reeks, maak dan een tv-reeks. Ja, maar je voelt ook dat hem vier uur duurt. Allee, dat, ja, is, voilà. dat is nooit goed aan een film als je dat een beetje te veel hebt. Ja. En uh, ja, het, het is zo. In, op, in alle opzichten is het een mindere versie van de dingen die je nee. moet vervolgen. Maar hij heeft dus wel een aantal stemmen gekregen. Uh, mm -hmm. Iets wat door het publiek nul stemmen heeft gekregen. En voor mij dan vier stemmen. En daarom staat hij ook op de twaalfde plaats. Dat is dit. Ik vind het een van de beste films van, de, van The Mission. De, van dingen, van de, ja, The Mission. Een film mm -hmm. van Ro, Roland Joffé uh, uh, over 18e uh, uh, ach, uh, eeuwse uh, 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 gasten. Uh, Jeremy Irons en Robert de Niro. Is de... dat Conquistado's? Ja, juist. Ik heb jaren geleden gezien maar dat weet Ja, dat is echt niet meer van. Echt heel mooi. Dat ja, is ja, ja, ja. mooi gedraaid. De, het personage van Rob De Niro is zeer goed gespeeld. Ja. Het uh, duurt ook wel wat, duurt uh, twee uur vijf of zo. Uh, ja, daar zitten hele mooie, breekbare scènes in. Je ziet ook het personage van uh, Rob De Niro uh, een beetje breken. En, en, ja, ja. ja, ik vind dat echt, echt een ongelooflijk onderschatte film. Ja. En, uh, en niemand had erop gestemd, dus ik denk, it, ik geef hem wat meer stemmen, zo, ik meer, zodat mm -hmm. hij toch nog net in de top ja. 12 uh, komt. Oh. Mm -hmm. uh, absoluut aanraden. Jeremy Irons, Adian Quinn, uh, ja en Robert De Niro natuurlijk. Mm -hmm. uh, hebben ze uh, weer Oscar beste cinematografie. Dus uh, okay. uh, 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 ook, ja, het ziet er gewoon ook, ja, dat is natuurlijk bij mij ook altijd wel een dingetje. Het moet er ook mooi uitzien. En dit ziet er ook echt heel mooi uit in, ja. die, uh, in, die, in het Amazone. Doe een vrij iconische foto, hè? Met ja. dat zwaard. Bijna met, met die sabel. Dat is zo'n heel, uh, heel herkenbaar beeld nog van die film. Ik heb die, dat is al, al, ik heb die eens herbekeken. Dat is alweer een tijdje geleden. Ook vanwege de soundtrack. Want die is van Ennio Morricone, denk ik. Juist. De, ja, dat jawel, ik daarom jawel. die film ja. herbekeken heb. En dat is ook even zijn beste soundtracks. Het is gewoon vormelijk is dat mooi, maar inhoudelijk en qua acteer is dat ook echt heel goed. Zeer okay. goede film. Dus daar wacht ik en op. En dan ik, elk... ik nog iets bekijken. Ja, moet al, je is doen. Al lang geleden. kon ik wel iets doen. Ja. ja. Dat is echt een aanrader. En dat is ook zo. Een, dat is ook Robert De Niro, maar niet. Ik voor mij. Ik heb Robert De Niro niet gekozen in zijn maffia rollen, wat, waar hij natuurlijk toch een beetje uh, bekend van is. Mm -hmm. uh, uh, en en ik vind mijn favoriete Robert De Niro. Als ik toen ik zo even blank zei, oké, okay, wat vind ik nou echt heel erg leuk? En als je me nu een Robert de Niro film moet vragen die ik nu her ga bekijken, dan is dat Midnight Run. Ja, dat is en een heel leuke film. Ja. Omdat hij bij mij op één staat, staat hij op de elfde plaats, omdat hij van mm -hmm. niemand heeft die stemmer gehad, maar behalve ja. van mij. Ja, ik had hem er bijna in gestemd. Dus ja. dat was ene die dat er bij mij heel close in... Ik, 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 dat is, dat is wat ik uh, beschouw als een filmnetfilm. Ja, 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 ja. Filmnet, dat uh, heb ik hier heel veel gezien. Mijn vader vond dat ook een hele leuke film. Zo'n typische Buddy-movie. Zo kan ja, Buddy-movie buddy buddy zijn, zijn, ja, zijn. Hij is over... een police en de Ender is een con-man dat... of zoiets. Ja, ja een gevangenen die, zijn... die hij uh, uh, moet, uh, hij moet is een, vervoeren. Bounty uh, moet vervoeren. Ja, ja het, het is zoiets. En, ja. en Charles Grodin is zo'n beetje een, een. Ja, die is bij. De, dat wordt een boringen, de... crimineel een beetje ja, of, de, van en de en mafia denk ik hij is ja. een boekhouder van de mafia sowieso Ja en de andere is de andere hè, de, de Nero is heel hard hè, tegen hem gekant in het begin wat typisch is om buddy movies en ja. tenden beginnen die dan overeen te komen hè. Ja. Wat altijd heel mooi is. Dus ja, ik vond dat een hele leuke film. Zo. Ik, ik heb dat altijd een toffe film gevonden. Wacht, ik zal hier ja. doorlezen, voorlezen de Engelse opschrijving voor ons IEPDB. A bounty hunter pursues a former mafia accountant. who is also being chased by a rival bounty hunter, the FBI. Mm -hmm. and his old mob boss after jumping bail. Ja. Dus, dus, uh, Eddie, dus het is een mafia boekhouder. En, en, zo de, en, zo, zo dingen. en uh, Charles Grodin is zeer grappig, ook nog niet zo lang geleden overleden. Jeff Ficotto is zeer grappig, uh, ja. zeer goed en bijzonder en ook nog niet zo lang geleden overleden. En daar zit er ook nog een Dennis Farina in, ja, uh, jo Joey Dennis Pans. Farina is ook altijd goed. Dus Allee, zeer ja. veel heel goede acteurs, ja, ja, heel ja, ja. grappig, uh, gemaakt door een zekere Martin Brest. En die kennen we volgens mij van... Ja, die, die, uh, die heeft weer ja, gemokt. Beverly voilà. Hillskop. Die heeft al Beverly Hillskop gemaakt. Voilà. Dingen is dus dus, trouwens ook uh, dat je Dennis Farina zegt. Ik heb, uh, ik heb gisteren nog zo'n twofer gedaan, zo, uh, Lock, Stock en Snatch. Ja, ja, ja. Oh man, dat zijn toch ook topfilms. Dat is zo lang geleden dat ik dat moest. Dennis Farina speelt in Snatch. Ja. Eh, zo, uh, Bad Weather, Worst Food, Mary Poppins, fucking England. Eh, zo, die, dat is zo kijken. Dat je ook altijd die snelle beelden ziet. Als je zo. zo, zo <laughs> Met dat vliegtuig, dat je zo supersnel. Hè, ja, ja, op, zo op een heel die... korte tijd. Een enorme snelheid daar. is die je daar dan. Dan is je. Harry, you fat fuck. Hè, zo, dat, dat is zo'n hele vervelende vent. Maar, maar die speelt dat ook weer ongelooflijk. Dus, dat is, is, ja, ja, is, ja, is... is zo'n leuke acteur, Dennis Farine. Absoluut. Die, ja, ja. Die, die is... En die kan ook dreigend zijn. En ook maar ook, funny. Ja, ook ja funny. Grappig. Absoluut. Want in dingen is je ook zo'n combinatie van de twee. Hè. In. Uh... In Get Shorty, ah, ja, ja, dan krijgt je ja, ja. direct zo'n vest op zijn neus, en dan staat hij z'n neus zo de film scheef, en dan zo... krijgt hij zo'n schot tegen zijn kop, dat hij ook zo'n doek rond z'n... Op den duur hangt hij zo bijna in frinnen van in. Klopt. Maar die blijft wel... Dat blijft zo... Ja, dat is een, dat is een heel uh, amiable figuur, vaak. Yes. Hoewel dat hem zelden een sympathieke gast speelt. Maar... Nee, nee, maar hij heeft, ja. hij heeft ook wel een beetje pech. Ja, dus, ja. Uh, maar ik vind midnight run ja dat is even mijn favoriete uh, toen to, to een comedy met uh, Robert De Niro nog funny was weet je ja. Dat nog een mooie ja, ja 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 dat... zeker oh, is, Al, trouwens is... ik, heb, ik heb er straks een, een foutje gemaakt toen ik eigenlijk zei over, uh, over, over um, Michael Keaton dat hij die rol opnieuw speelde dat was eigenlijk in dingen dat hij dat die, die film waar um... ah je noemt ze nou weer dat is ook een, een verfilming van een Elmore Leonard boek dat is waar dat hij terug in komt ja ik zie het verkeerd als mee. Ik dacht, what mee... he was? Ah nee. nee. Nee, dat is het niet. Out is of sight? Niet, out of sight. Dat is hem. Dat is waar de. Hoe heet ze? Jennifer Lopez, zeker. Ja. En George, uh, George Clooney. En George Clooney. En de vader van Jennifer Lopez is, is Dennis Farina. En daar komt dat personage in van uh, Ray Nicolet. Die komt er ook terug in. Ah. En dat is wanneer hij hij er tegen zegt: You have one that says undercover. Zo, omdat hij zo'n FBI-shirt aan heeft. Dus dat is, dat, is, een beetje... dat is die film waar dat in komt. Sorry, ja. ik was even fout. Ja, 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 maar dat is, in, in die, is, die periode zijn er frank. een aantal van dat soort films. Ja, en daar waren ook, en zowel, zowel uh, uh, Out of Sight als, als Jackie Brown's en twee Elmore Leonard-verfilmingen. Ja. Vandaar dat dat personage ook terugkomt. Dus uh, Klopt. En excuses, ik was even fout er straks. Geen, geen probleem, we hebben het recht gezet. Ja, in, de dat, dat, dus, in de podcast zelf. In de podcast zelf, zo zie je het weer. Op de tiende plaats, en dat was mijn derde... Ja, mijn, mijn top drie zit aan, t, in de, onder, aan de onderkant van de, van, de, van de beste films. Maar ja, het zijn dan even de mijne. Uh, uh, dat is dit, uh, The Deer Hunter. Ja. Uh, uh, die... Uh, ook, ook, ja, die ook, niet, ook een hele goede film, hè. Arra, ja. ja. Als jij zegt, maak een top 5 van, van de Nero-films, dan weet ik ook dat er al minstens 5 niet in zitten. die er even goed wel hadden kunnen inzitten. Hè? Ja, en, absoluut. Bij mij zelfs een hele belangrijke, die dat er niet in zit. Terwijl je er even goed wel in had kunnen zitten. Nou, dus, hopelijk komen we, we er tegen, anders over... oh, zullen we hem toch bedoelen. Die gaan we sowieso tegenkomen. Dat, gaan, ja. dat, dat kan niet anders. Ah, okay. uh, ja, ja. The ja, de Deer Hunter, een uh, film uit 1979 uh, van. Michael Cimino uh, over uh, over Vietnam uh, 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 problematiek, post-traumatic mm -hmm. stress disorder ja. Ja. Uh, over Robert De Niro en Christopher Walken en uh, John Savage die, die ge, ja, ge, ge, ja, helemaal fucked up zijn van die ja. oorlog ja, je hebt ook een stukje gedaan over de trauma's in, uh, in jeugd. Daar ja. zat bij de, bij de, uh, de Russische roulette-scène ook wel in in. Hier zit de Russische roulette-scène, dat is ook ik, de voorkant die van ik, de... Die ik ja. een beetje op, op een te jonge leeftijd ook gezien heb. Uh, dat, ik ook, dat ik ook niet goed van was. Klopt. Uh, dus ja, het is een redelijk uh, indrukwekkende film, wel. En ook zo een klein beetje vergelijkbaar op een rare manier, want het is een totaal andere film, maar met een allereerste First Blood. Een mm, ja. allereerste ja, Rambo, ja. maar ook eigenlijk de, de, een van de eerste films is dat het had over trauma's van Vietnam-veteranen. dat. Voordat Rambo de man was die een alleen een leger afknalde, was dat eigenlijk gewoon een, een zwerver die lastig gevallen wordt door de politie. En door zijn trauma's helemaal terug komt in een oorlogssituatie. Ja, ik heb onlangs dus, uh, voor een andere podcast... Dat uh, ben we vergeten. Ah ja, dat ging over uh, Nicolas Cage films. Uh, over Birdie, de film oh, Birdie van Dat is ook Marken. een topfilm. Gaat dat ook Matthew, over? Matthew Modine en, uh, en, en, Nicolas, en uh, Cage. Nicolas Cage. Ja. Dus die gaat, daar, die gaat daar in principe ook over. En dat is ja. ongeveer dezelfde periode als Deerhunter. Uh, First Blood dat is natuurlijk ietsje, ietsje later. Mm -hmm. maar, uh, maar ja, uh, uh, ik vind haar een ongelooflijk goede film. Uh, dat is ook zo'n hele. Dat is wel ook een Oscar-film. Die hebben we ook allerlei mm -hmm. Oscars gekregen en shit. Mm -hmm. uh, en daarna heeft die Michael Cimino een film gemaakt die ik nog niet gezien heb. En die heet Heaven's Gate. Heb jij ja. dat ooit gezien? Nee, nooit gezien, maar dat is zo'n legendarische film. Die je zo. Wat is het, Heel veel gekost, heeft, Maar een mega flop was. En, en niemand is gekomen kijken. Ja, 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 ja. ja, dat is. Dat is zag... zo van, van die Adventures of Baron Munchausen-stijl. Van een zeer dure film, dat een enorme flop was. He, ja. Zo. Ja, ja, ik wil die ja. wel zien, die Heavens Gate. Ik heb, ik heb hem besteld. Mm -hmm. omdat dat. Chris uh, Christopher Walker, John Hurt. Brad ja. Duriff, Isabelle Huppert, ja, mm -hmm. Jeff Bridges. Ja, dat allemaal zit goeie, vol, allemaal acteurs, vol goede ja, acteurs. Allemaal goede acteurs. Maar dat duurt wel 3,5 uur of zoiets. Mm -hmm. Maar, uh, maar uh, er was onlangs... Je hebt zo'n zomergast, zo'n tv-programma op Holland. Ja, een ja. beetje uh, alleen Elf blijven staan, maar dan langer en beter. Ja. En Theo Baas uh, is daar nu de gast ja de... Ja, ja, ja. ja. En uh, Hoite van Hoyteba, uh, ja. wat een echte naam is, die zat ja. daar. En dat is de fotograaf, de cinematograaf van... Uh, onder andere Oppenheimer. Enorm en... veel films. Ja, 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 dat is een, een hele die een naam komt vaak terug. Ja. Dat, is ja. dat is de Hollander, wat een beetje uh, straf is, natuurlijk. En dus die hadden het over uh, die van ooit, maar zijn favoriete, een van zijn favoriete films is die Heaven's Gate. Ja. En nu wil ik dat helemaal uh, graag zien, maar naar het schijt is het wel traag, lang ja, maar, vervelend. Ja, dat kan. Ik, maar Ik heb dat ook mee bijvoorbeeld. Die, hè, die, een van mijn favoriete films ooit is: The Adventures of Warren Munchausen. Ja, ik precies. heb ik in de cinema gezien. We waren met drie in de cinema ook, dus je had al het gevoel dat dat niet goed aan het gaan was. Ja, ja, ja. Ik blijf dat een ongelooflijk stukje ode aan de verbeelding vinden. Ik vind dat echt een hele, hele knappe film. Dus ja. Het hoeft niet altijd een succes te zijn, om goed te zijn natuurlijk. Dat is, en andersom is het uh, uh, net hetzelfde. Dat ook zo. Ja. Maar goed, The de Hunter, ja, ik vind dat echt wel een meesterwerk. Het duurt ook best lang, maar het hm. is wel echt heel ja, goed. Een heel goede film. En, ja. en als het dan nou gaat over waarin uh, speelt uh, Robert De Niro uh, de Sterren van Tak, dan is dat wel een, in, in die film wat mij betreft. Ja. Dus uh, ja. daarom stond hij bij mij uh, daar. En daarom staat hij op de tiende plaats. Op de negende plaats... Een film die wij niet hebben genoemd, maar het publiek uh, wel heel veel. En, en ook die en ook terecht, is Once Upon a Time in America. Ja, ja dat is ook een, een goede film. Dat is een uh, Sergio Leone, zijn, uh, zijn, zijn mafia-epos. Yes. In vergelijking met het. Uh... Uh, zijn westerreens, uh, zijn spaghetti westerns, Goede filmhoekjes, zeker. Ik bedoel, ook, ook, ook daar weer, hè? zoals uh, ik, ik zei het er straks al. Als je er vijf kiest, lot er ook vijf weg. Dat is een ja. beetje wat dat wel is met De Niro, zijn carrière. Klopt. Hoe, hoe hard dat je ook kunt zeggen dat zijn latere carrière niet echt uitblinkt in kwalitatief hoogstaande rollen. Die is een begincarrière, was belachelijk. Hè? Ja, absoluut. Er is ook een reden waarom dat hij in. En, en Pacino, waarom dat, dat ook zo'n evenement was, als die eindelijk eens met twee in één film terechtkwamen. Want ja, je weet dat, van, dat zijn de twee heavyweights. Hè? Dat ja. waren de gasten die de ene film na de andere hadden. dat je van zegt, wauw. Hè? Zo, dat waren de kwaaie jonge acteurs van de jaren zeventig. Samen met de kwaaie jonge regisseurs van de jaren zeventig. Ja. De nieuwe... Eigenlijk een Amerikaanse nouvelle, vaak, de nieuwe versie. Dus dat is wel, ja, dat is een straffe vent. En ook daar is zeker geen slechte film. Nee, dat is een zeer goede film. En een hele jonge Jennifer Connolly. Ja, juist. Toen nog strafbaar, maar wel al aantrekkelijk. Ja, nee, labirint ook al een beetje toen, strafbaar. Toen, toen, toen al strafbaar, maar nog wel aantrekkelijk. Dat ja, is maar... wel mooi. Mooie zin, ja. uh, Fakko. Ja, ja, die is ongeveer eenvoudig. We zijn hier aan het uitblinken in kwalitatief hoogstaande zinnen deze keer. Uh, <laughs> er we, we zitten wel een paar quotes in. <laughs> ja, ja. Dat is goed. Dat is goed, goed voor, <laughs> voor, uh, voor als ik uh, voor het internet. Interwebs. Mocht er nu eens iets mee doen. Fucker, zou ik er iets dus mee doen, rest, dan zou ik uh, dit uh, kunnen isoleren. Dat oh. zou het zin, jongen. Dat zou de quote zijn die je moet bovenhalen. Nee, ja. maar inderdaad. Uh, trouwens, die is ook niet zo lang geleden overleden, volgens mij. Hè? Of, oh nee, die, ik, of zit ik altijd in de war? Nee, ik zit altijd in de war met Tread... Ja, ja, nee, Tread Williams. Tweet Williams, ja. Tweet Williams, ja. ook ja. in What's uh, Upon the Time in America. Uh, ook niet zo lang en geleden. En ook in overleden. een hele grappige film zat met, met Joe Piscopo. Dat is zo twee flikkers in die zo'n zo, zo horrorcomedie... Hoe heet die nou weer? Oh, man, horrorcomedy. Dat met is. Dead is. Dat oh, ik klinkt. weet het niet meer. Ja, je hebt Joe Piscopo. Dat is een beetje een comedian en die speelt dan zo. Dat is zo'n buddy movie, zo Treat Williams en Joe Piscopo. En die film, jaren tachtig film, maar zo met heel oh, cool, jaren-tachtig. maar ook grappig. Ah oh, man, Dead Heat, Dead Heat, dat is hem. Dead Heat, ja. dat film. Ja, dat is ook zo van de school van niet, niet te vergelijken met, want die is wel wel iets beter. Maar uh, They Live en zo dat soort, beetje komisch, maar ook wat horror. Zo gory, maar ook funny. Wauw, dus, daar kan uh, ik me niks meer van herinneren. En die wil ja. ik nu zien. Die gaat ja, is, nu, ja. Kopen die handel, fucker, Kopen is, die handel, hij dead, zit al dead, in mijn bandje, hoor. Kijk eens aan, Dead ja. Heat. Wordt dat allemaal heat, niet goed voor is. Ja, 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 ja. Ja. ja, gaaf. Ja. ja, heb ik nooit gezien. Ja. Een, een jaren tachtig film, die ik nog niet gezien of ja, ik bedoel, ik heb het, ja, een ja, goede uh, uh, special effects. ja, uh, right. uh, yeah, make-up effect. Sowieso, sowieso. Hey, je, zo darmen zo de drut geschoten in. Zo dat is zo, ja, zo die, die jaren tachtig. Jaren ik weet niet of dat Rob Boutine was, maar die Soeimand. Ja, ja, ja. Dat ja wat ik wil wel. zeggen, zo. Ja, ja, ja. Een van die mensen die echt zoiets. Zo of Tom Savini of zo. Iemand die make-up wizards. Ja. Die dat daar ook wel iets voor gedaan hebben. Ik weet niet de welke, dus niet boos worden naar geluisterd. Nee, uh, nee, ik heb het hier al weggeklikt, dus ik vind kun, het ook interessant. Ja. Uh, dat is niet zo erg, want we wijken af. We zijn op nog maar een plaats acht, dus we moeten er nog een aantal. Plaats acht ja. staat uh, Alex, zijn, uh, nummer vier. En okay. dat is uh, Edio Morricone, nee, The Untouchables. Ja, The Untouchables. De legendarische soundtrack die jij ook al gebruikt hebt in je show. In shows. mijn tweede film, Morimo ja. Solamente, de opener. De show. opener was de titeltrack van de uh, the song van The Untouchables. Ja, um, Ja, is dat een beste film dat je nooit gedaan hebt? Nee, nee, maar ik vind dat een hele leuke film. Hè. Ik bedoel, ik, ik heb ook een beetje gekozen, daarom dat bijvoorbeeld Midnight Run heel close was om erin ja, te ja. zitten. Als jij tegen mij zegt wat zijn zo de, de, de films waar jij bij On Robert De Niro je favoriete herinneringen hebt, dan is dat een van die films. Hè? Ja. Hij speelt daarin Al Capone, maar een zeer uh, filmische versie van Al Capone. Hè? Ja, Als in de, de ultieme bad guy, maar dan ja. wel met zo de. Hè, altijd met een leger, mensen rondom hem. Altijd uh, iedereen heeft een heilige schrik van die event, wat ook ja. heel duidelijk is. Er zit ook een, een legendarische scène in, dat hij met een baseballbat rond een tafel wandelt. En eigenlijk dat je al wit, drie cidiëren gescheten. Hè? Ja. En, en <laughs> dat is dan ook een enorm brute scène dat hem die een kop inslaagt met een baseballbat op de tafel. En we hem ook zo, uh, what was my enthusiasm? Baseball en iedereen ah, ha, 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 ha part of a team iedereen teamwork en dan staat hem zo achter ene gast waarom van denkt not part of the team hey, buddy en dan ramt hij je zo enorm ...brutaal die is een kop -team. ja ja ja, ja. Je zoekt een moment dat hem zo full on the Niro gaat, want hij is ook een beetje een over de toppen rol wel. Dat is wel een over de toppen. Dat dat uh, hem uh, yeah. gaat van I want him dead, I want his family dead, I want his house burned down, I want to go over there and piss on his ashes. En iedereen had <laughs> het zo, hell, hell, hey, calm, calm. Want die is <laughs> altijd zo. You got nothing, you just talking a badge. Zo altijd kwaad en pist en vervelend en angstaanjagend. Het is ook een geweldige scène, eenmaal in het begin van de film. Dat ja. ik hem in de zetel zie liggen, van bovenuit gefilmd en er is iemand hem aan het scheren. He, en die gast scheert en je doet ineens een klein sneken in die zijn gezicht. En je hebt die, die angst op het gezicht van die gast en iedereen er rond, dat ze denken ja, is die dood of gaat die deze overleven? Ja, ja, ja. Ja, dat zal een perfecte introductie zijn voor wie dat dat personage is. En dat Absolute. is wel, wel echt heel straf. Ja, dat, dat is ook wel bij de Untouchables heel, Ja, ik vind het een film, dat, is, dat, een, hele cool. dat, is, dat is een hele leuke film. Dat is een hele leuke film en dat ziet er keihard hoe uit. Brian De Palma heeft daar zeer goed gedaan. Ja. Uh, Sean Connery speelt uh, de Schotse Ier, maar uh, uh, wat daar ook... You love your Ars hanging for the flagpole in the morning. Ja... ja. <laughs> Het <laughs> uh, 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 is ook goed, uh, uh, ik moest daar bij Oppenheimer ook aan denken. Als jij uh, uh, een uh, iconisch personage laat spelen door een iconische acteur, is dat soms ja. E is 3. En, ja. en, en dan heb je, heeft hij ook niet heel veel screen time nodig om te weten wie die man is. Ja, die en... is enorm indrukwekkend aanwezig in die ja. film. Hoewel Zonder dat, dat hij eigenlijk niet heel veel screen time. Ja, precies, heel veel erin komt, inderdaad. Maar die dreiging ervan, plus die heeft ook een geweldig theme nummer. Ah, ja, ja, ja. Zo'n thema zo'n themasong van hem, dat Ennio Morricone ervoor geschreven heeft, dat fantastisch is ook. Ja. Dus elke keer als die in beeld komt, zit er een variatie op dat thema, dat je weet van, ah ja, hier is hem. Maar dat is, ja, is zo'n aanwezig, dat is een beetje vergelijkbaar met, manke vergelijking, maar ook niet helemaal, met Heath Ledger in The Dark Knight, als in zijn de... Screentime ook niet zoveel als dat je denkt, hè? Nee. vaak, maar die is dreigend aanwezig. Ja, in of of, of het uh, uh, Hopkins in Silence of The Lambs. Of, ja, of, ook, uh, ja. ook zo iemand die zijn dreiging zit altijd in de achtergrond. Bij Oppenheimer had ik daar heel erg, want, dat, want die zit er echt nauwelijks in. Ja. Maar omdat uh, uh, Niels Bohr, een belangrijke wetenschapper, wordt gespeeld door Kenneth Brenna, weten ja. wij als, als publiek. Die, die, die man is iets. Weet je ja, wel? Die, is, die is belangrijk. Die is omdat belangrijk. Het van wie dat hij je speelt. Ja, ja, ja. ja klopt. Ja. En, en, en in dit geval, nee, ik bedoel, hij heeft veel meer. Uh, mm -hmm. De Niro heeft veel meer screen in deze film, Het is een belangrijk deel. Maar ja, bij mij is dat ook. Soms is een, een bijrol, waar, waarop De Niro in deze film wel is, een mm -hmm. hele belangrijke bijrol. En, daar, ja. en die stond er bij mij net hier... omdat je het een iets te kleine bijrol vindt, maar dat is ook wel een van mijn favoriete films aller alle tijden. Ja. Ook Ellen Parker is, uh, is uh, Angel Heart. Waar ja, Robert de Niro, ja, ja, uh, de duivel Louis Cevier. Ja, 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 dat is ook een geweldige. Dat hij zo met zijn na lange nagels is, hij zo een ei aan het pellen en dan ja. zegt hij: In some cultures, the egg is a symbol for the soul. En dan eet hij dat ei zo op en dan hij al van, ah, <laughs> wat proberen ze hier te zeggen? De maar de dat is ook een... Robert De Niro is een hele goede duivel. Ja, dat is een hele goede duivel. En vooral omdat hem die heel understated speelt ja. in die film. Ja, ja daar tegenovergestelde is eigenlijk het tegenovergestelde van El Capone. Ja. Uh, en, en ook het tegenovergestelde van Pacino's en een duivel in the devil's advocate. Ja, 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 ja. Waar heel Pacino chewing the scenery tot en met is. Ja. Hoewel dat je daar ook een aantal subtiele scènes in hebt, dat hem veel angstaanjagender in is dan is hem volon. Ja, als hij zo. zo kleine dingetjes bij mensen doet. Zo, ja, uh, als je zo merkt dat hij zo tegen die ene gast gaat babbelen op de, op de, op de trein. En dat hem zegt: van, Ik zou toch maar naar huis gaan, want ik denk dat uw vrouw met een buurman in bed ligt. En dat je weet, ja, dat wordt een massacre. Hè? Ja, ja, maar de, ja, ja. Maar de manier waarop hij dat, dat doet is zo vies en klein en gemeen. Ja. Dat je denkt: Ah, die redden de duivel. En dat ja. is wel zo, de, de Nero's. En een, Duivel in Angel Heart is enorm dreigend zonder iets te doen. Hè? Wil ik toch nog ja. eens een, een duivel-podcast over de duivel? Uh, over dat acteurs die de duivels uh, gespeeld hebben. Want dat zijn er toch dat echt best goeie. veel. Maar dat goed, uh, dus daarom, waarom de Niro had bijna in mijn top 5 gezeten. Maar mm -hmm. dat is wel echt een heel klein rolletje. Ook okay, keer nou dat ik overwogen heb, hè. net ja. mullen om, om van dezelfde reden eigenlijk. Ja. 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 Op de zevende plaats, één die. Uh, ...lager staat dan ik had verwacht. Ik had, die, ik had gedacht dat hij meer stemmen zou hebben gekregen. Maar dat is de Godfather 2. Ja. Dus... Uh, ja. uh, ook hoe ook, ook, ja, vind ik. Jij ja, bent niet zo'n fan van die film, dacht ik. Jij hebt altijd gezegd dat zijn twee films... Ja. ...en eigenlijk is dat niet één film. En ik snap uw kritiek erop. Ja. Zo, want ik vind dat ook niet, niet dom... ...of van nergens komen of zo. Ik en dus dan ben ik meer geïnteresseerd van. in het De Niro-verhaal... ...dan in het Pacino-verhaal. Want Pacino-verhaal is echt... Pacino-verhaal is de sequel... Mm -hmm. En het Nido-verhaal is de prequel. Is de prequel, ja. Die speelt eigenlijk uh, Vito Corleone. De, de, allee, de, het personage dat door um, Marlon Brando gespeeld wordt in de eerste film... ...speelt daar yes. de jongere versie van. En ja. heel goed um, Die channelt die je zonder dat hem die naapt. Maar ja. hij geeft je wel een soort... Dus in bepaalde momenten dat hem, zegt, dat hem bepaalde dingen zegt, like al make him an offer he can't refuse. En dan voelde wel van oh, hé, daar zit hem. Ja. Uh, je ziet die ook evolueren van een, een, een mens die zijn best probeert te doen, naar iemand die het deur reed, illegaal er meer te verdienen valt. <laughs> en die blijkt dan ook nog een pak uh, gewetelozer te zijn dan veel mensen rondom hem. Dat je ook voelt van ah, hé, want in het begin. Als ze als, als hem zo met die, met die andere gast zo zeggen: Oh, je kreeg een tapijt van mij. We begonnen dat alle bij de buren. Maar dan gaat hem dat er eigenlijk stelen. En dan rollen ze zo <laughs> dat tapijt op. En dan komt die iemand binnen in dat huis. En die gast trekt een pistool. En gaat aan de deur staan. En dan begint hij te voelen: Oei, die is eigenlijk helemaal niet kosher, die kerel. Hè? Klopt. ja. En er zit, uh, er zit ook een, een mooie revenge story in. Hè? De, 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 de maffia-don die een eigenlijk. Uh, ja, zijn, zijn ouders en zo, hè. Ja. Vermoord worden hij dan uiteindelijk terugga jaren later in zo van weten ga je nog wie dat ik zijn. Het eh, is, is ook heel funny dat je daar te weten komt dat de Corleone-familie eigenlijk uit Corleone komt, maar Andolini heet. Just. En dat ze zeggen Vito Andolini from Corleone en ze vullen gewoon op Ellis Island in Vito Corleone. En vandaar dat de familie dan ook de Corleone is. Dus is dat eigenlijk... zal waarschijnlijk ja. ook echt veel gebeurd zijn in die film. Waarschijnlijk, periode. ongetwijfeld. Ja. Dus, eh, ik vind dat een hele goede film. Ik, ik vind dat een toss-up tussen de 1 en de twee wat de beste is. Ik heb het er altijd moeilijk mee met te zeggen, omdat ik de 1 ook ongelooflijk vind. Vind, ...en een twee ook, maar voor een andere reden. Ja, 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 um, snap ik. Maar het is inderdaad, ja, dat is De Niro... ...en Pacino in dezelfde film... ...maar zonder dat ze een Sam samen hebben. Dus wel iets wat ze dan jaren later wel zouden doen. Maar, ik zou maar... heel graag, want naar schijnt... ...is er dus een versie van The Godfather... ...waarin alles als een soort tv-ding... ...alles chronologisch is gezegd. Dus ah, eerst ja. het De Niro-stuk van, uh, van twee, dan één... Een Vacino stuk van twee en dan drie. Ja, ja. En als een soort tv-reeks. En dat zou ja, ik heel graag zien. En kan wel iets interessants zijn, ja. Ik dacht dat ik dat uh, had besteld op DVD, maar dat best... ik weet niet of het bestaat. Als, oh, pardon. als mensen ja. weten of dat bestaat. Uh, een ja. dvd-versie van de chronologische versie van de, de Godvader. Laat het me weten. Want dan wil ja. ik. Ik wil dan wel. Ik ben heel benieuwd hoe dat er dan uitziet, hoe, ja. hoe dat dan voelt, of ja. is. Ja. Um, op de zesde plaats nog eentje die, uh, zo, die had zes, zeven stemmen. Uh, is uh, 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 Casino ook ene die er weer al bij mij had ingestaan het was een toss-up tussen Die en Goodfellas ja alle twee een beetje companion pieces vind ik ja, wel, het ze wel vergelijkbaar met elkaar, vergelijkbaar tot op het punt dat je ze soms door elkaar smijt ja ja dat je denkt oh ja want hè, zeker uh, Joe Pesci speelt een zeer vergelijkbaar personage ja, eh, ja bijna letterlijk zelf, de, 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 ja. de psycho de crazy onhandelbare rare gast die daar op een zeer brutale wijze mensen om zeep um, hele goede rol van Sharon Stone ook daarin ja. denk ik de enorm ja. enorm goede personage dat die daarin speelt en De Niro is wel meer de hoofdrol in Casino dan in Goodfellas, waar dat hem eerder een, een hele belangrijke grote bijrol in speelt. Waar Klopt. Ray Liotta eigenlijk de hoofdrol is. Ja, um, ja dat is dat... het verschil tussen ja. Casino en Goodfellas, is Ray Liotta. Ja, eigenlijk wel. En, en Casino heeft een prachtige hè? Die ontploffing in een auto is ja. onwaarschijnlijk. Hè? Klopt. Ik, ik vind dat ook een beetje een moeilijke altijd om te zeggen welke dat ik beter vind. Maar ik denk dat ik puur God, Goodfellas beter vind, omdat ik die ook eerst gezien heb. Dus ik vond Casino minder een, een, een verrassing. Ik vond dat meer een beetje een opnieuwtje. Dan, ja. dan dat ik. Eh, hoewel dat hij ook in zijn eigen recht heel goed is wel. Ik, uh, dat is mijn dus, uh, kritiek ook, dat Casino ja. gewoon van we doen Goodfellas nog een keer of zo en misschien is dat iets te kort door de bocht. Casino ja, dat ziet er wel beter uit. Is dat, is te door, ja, dat is te kort door de bocht, maar het is wel ook een beetje waar, want ik bedoel, ja. ik, heb, ik had dat gevoel ook. Ik denk dat iedereen dat die hier gewoon zien is. En dan hebben we toch beetje... bij Iris weer, en dan is het niet gelukt. Nee, dan is het niet gelukt. En dat is een beetje hetzelfde gelijk dat je, uh, dat, dat je ook een beetje lock, stock en snatch kunt bezien als Companion Pieces, hè. Er zijn ook twee films die wat op elkaar lijken, maar ja. dan, er zit dan toch nog genoeg verschil tussen die twee in. Hè? Maar dat da zijn ook zo. Omdat soortgelijke je... films qua Klopt, vibe. Klopt, maar die absoluut, dat zou een sequel kunnen zijn. En je voelt wel dat bij Snatch, dat, een snatch, dat ze hadden gezegd, hier is wat meer geld. Ja. Dus, de, ja. dus dat is misschien bij Goedvallen, zegt Casino, ook wel een beetje zo. Casino ziet er gewoon mooier uit, ja. mooiere ja. Ja. film. Dat ja, speelt zich ook in Las Vegas ja. af en neemt dan daardoor ook die glitter en een beetje meer dat ja. het heeft ook meer de glamour want eh, hoewel dat dingen... weet ze? Lorraine Bracco zeker die ja. dat die dat in de, in Goodfellas ook een mooie vrouw en zo maar die speelt uh, veel minder glamoureus dan Sharon ja, Stone Storm, hè, die ja. overduidelijk meer in de, in de lijn zit van het Michelle Pfeiffer-personage in Scarface hè maar yes, dan, dan een beetje een beetje het gediepte of zo wel, denk ik. Ik denk dat Sherlock Stone hier een Oscar voor had mogen krijgen. Beste ja, vrouwelijke bijrol. een fantastische rol, die speelt ongelooflijk ja. door. Ja, uh, en natuurlijk, in Casino zit ook even bij grote, grote helden Don Rickles. Ja, ja. Mr. Warm. Ja, Mr. Ja, Warm. Ja, ja, ja. een, een van de beste comedians van de beste ooit. roast comedians of all time. De beste ja, ja, ja. roast comedians van de De beste ja, ja, ja. insult comic, bij wijze van spreken. Ja, 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 ja. Uh, die ook daardoor. Ik denk ook daarom dat De Niro heel graag in de buurt was van, van Don Rickles. En dat hij het heel erg grappig vond om door hem uitgekakt te worden. Weet je? Ja, zo, ja, ja, ja. Zo, niet nu Robert, zo, da, zo die ja, van, ja, ja, ja. Je ja. voelt, want er zijn, ook, er zijn volgens mij ook filmpjes op YouTube te vinden... dat Don Rickles uh, De Niro uitkakt. Ja. En he loves it. Uh, ja. De Niro is graag in de buurt van comedians. En je kunt niet in de buurt van een leukere comedian zijn dan Don Rickles. Iemand die daadwerkelijk heel warm uh, was, maar op het ja. podium ook wel... De, de grofste shit over mensen durfde zeggen. Ja. Uh, een beetje als Gilbert Gottfried, misschien wel. Vaak uh... het geval, hè? Nou, het schijnt. De ja. meest gruwelijke gasten op een podium zijn vaak de grootste pussycats ernaast, hè? Dus. Uh... <laughs> <laughs> heb, je, heb je nu over jezelf? Of, uh... oh, okay. ja, dat moet ik beslissen. Fokken. Dat ga ik niet zeker. Ja, mijn favoriete pussycat, dat weet je. Ja, Dank u wel. Dat ik, u wel ik zou op uw schoot kunnen gaan liggen, en dan zou je graag Ja, en, dan en dat ook je de zo kat. Strelen en de, en de aarde gaan vernietigen. Voilà. Um, uh, op de vijfde plaats. Staat Alex zijn nummer 1, en daarom staat hij uh, best hoog, want hij heeft niet heel veel uh, stemmen gekregen, maar wel een aantal. Wat een verrassing. Uh, 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 is uh, Raging Bull. Ja, ja. Vind ik uh. die is een beste film. Uh, ja. Ik ben uh, uiteraard een grote boxfan, dus daar zullen we ook niet over liegen. Hè? Dat heb ik altijd graag gezien. Hè? Dat is een film over een echt bestaande mens, hè? Jake ja. LaMotta. Middengewichtkampioen geweest. Uh, niet de langst regerende of meest belangrijke, eigenlijk om eerlijk te zijn. Maar uh, eigenlijk was hij zijn een periode als middengewichtkampioen een korte tussenstop in Sugar Ray Robinsons zijn carrière intecht. Dat hij ja, vele ja. belangrijker een bokser geweest is dan Jake LaMotta. Maar Jake LaMotta was wel een heel, heel, heel uh, ja, een indrukwekkend figuur. Eh? Een hele uh, grappige gast in interviews. Eh? Zeer graag gezien op talkshows. Ja. Hij had altijd heel veel verhalen bij. Hij uh, heeft ook heel veel te maken gehad met maffia-corruptie. Hij heeft ook één gevecht gehad, Where He Threw the Fight, zeer bekend toen ook. Dat hem, uh, en dat, omdat hij de wereldtitel kans wou, moest hij je zo verliezen van een bokser die je daar zwaar door de maffia werd gebakt. En dat heeft hij ook gedaan. Komt ook in de film. Ja, ja. Uh, want hij heeft het ook niet heel subtiel gedaan. Het was heel duidelijk dat hem, uh, zit ook in de film, maar kwam ook in het echt in, dat hem die gast een koek geeft en die kerel go aan een knock-out. En hij is zoiets, fuck, ik moet die hier overeind houden, want ik moet hier verliezen. <laughs> dus ja, dat was, dat was een beetje, dat doet ook een beetje denken om die, om die scènes in Snatch, maar wederom mee. mee... Ja. Brad Pitt en altijd met Ian Cook iemand banaal knockout slaagde en dan door: hé, hey, fuck, ik mag hier eigenlijk niet winnen. Ik mag helemaal niet winnen deze keer. Dus, dus dat is zo, dat had een beetje daso. dat zo. Was, dat, was, dat, was, dat was zo vies gedaan dat iedereen ook vermoedde dat het fake was. Ja, ja, ja. ja dat is toch handig. Wat hij zijn ego niet aan kon van Jake Lamotta. Wat, wat echt. Uh... Ja, een van de bekendste dingen, wat ook in de film komt, en met hem nog Schent in het Echt ook gedaan heeft, was toen uh, Ray Robinson hem uh, zo'n pak slaag gaf. Toen hem de middengebiedtitel van hem afpakte. Uh, dat ze dat de St. Valentine's Day Massacre noemde. Omdat dat zich op 14 februari afspeelde, uiteraard. Maar uh, daar ja. uh, zei hij nog, die uh, ging nog naar Ray Robinson en zei: You didn't knock me down, Ray, you didn't knock me down. He, het gevecht is gestopt, maar ik ze niet. Platgegon. Ik stond nog altijd recht. Die haten elkaar uh, en ook niet. Maar waar hij ooit van heeft gezegd in een interview with Sugar Ray Robinson: I fought him so many times I got diabetes. Wat wel heel funny. Ja, ja, dat, hij <laughs> dat had ook uh, klassieke jokes, want hij had ook even een stand-up carrière geambieerd, ja. die niet zo ja. ongelooflijk was, maar had wel een aantal zingers van one-liners. Uh, een ervan, van hem is ook: My wives were very good housekeepers. Every time we got divorced, they kept the house. Dus dat was wel zo... Dat, soort... dat is een goede joke. Maar, maar uh, ja, vooral bekend, denk ik, die film... Voor je hebt zo'n aantal van die uh, incredible body transformation movies. En dat is... Uh, de Niro heeft niet alleen de um, rol gespeeld en, en daar zwaar in gegaan, maar is dat ook fysiek enorm geweest? Hij is er zwaar in, in gegaan. Ik denk dat hij getraind heeft uh, tot op het punt dat er werd gezegd dat hij klaar was om een profwedstrijd te boksen, dat hij zo fit was, maar ook zo goed, dat hij er ook wel aanleg voor had en dat hij ook wel kon. Um, maar dan heeft hij natuurlijk de tweede deel van de Lamotta zijn carrière en dan wordt hij een aanzienlijk pak dikker. Ja, ja. En dat heeft hij ja. ook gedaan door zijn eigen vol te freten. En letterlijk die is een buik in de film: is de buik van Robert Burgess. Ja, King. ja. Dat, dat, dat is geen zijn... uh, ja, ja. esthetics, dat is geen fat suit, dat nee. heeft hij echt gedaan. Zeer ongezond, waarschijnlijk ook. Maar... De man die je wel iets over hebt uh, voor, voor, voor zijn uh, rol. Een heel onaangenaam personage. Okay? Ik bedoel, speelt iemand die uh, ziekelijk jaloers is, gewelddadig ten opzichte van zijn vrouw, maar ook ten opzichte van zijn vrienden. Ja, helemaal geen een toffe gast. Een redelijk tragisch verhaal ook eigenlijk. Ja, ja. Okay? Heeft, heeft hij iets echt heel. Er zit ook iets enorm gemeen in. Hè? Geweldige scène. Ook real, real life story: dat hij boxte tegen een gast waar zijn vrouw van zei: knappe gast. En uh, ja, hij heeft hier zijn gezicht verbouwd. En Wat? dan zegt Driëne: He ain't pretty, no more. Die nee, zegt letterlijk: Ja, dat is gewoon een. een die speelt een onaangenaam personage. Daarin. En uh, Joe Pesci speelt hij als een broer. Ja, wederom ja. de Joe Pesci uh, De Niro vibe natuurlijk, wat Scorsese ja, ja. Uh, een aantal ja. keer gedaan heeft. En, en ook weer, ja, een, een, een ongelooflijk goede film, maar geen een aangename film, nee. niet wel, een filmmerken van zich. Echt heel ja. mooi gemaakt. Het ziet er ongelooflijk uit. Ja. En ook, ja. ik, ik bedoel, natuurlijk is Rocky uh, uh, de boxfilm uh, 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 die ietsje eerder was. Mm -hmm. En Scorsese heeft toch de boxfilm 2.0 daarmee gemaakt. Ja, die heeft eigenlijk zelfs achteraf gezien. Veel critici roepen die net tot de beste film van de jaren 80. Terwijl dat hem niet de Oscar gewonnen heeft toen. Hij was genomineerd. Nee. Maar ja. denk ordinary people heeft hij toen gewonnen. Ja. Zo'n beetje een relatiedrama met Donald Sutherland, denk ik ook. En, en, en iedereen vond dat wel een beetje Highway Robbery. Ze hadden allemaal gedacht dat het, dat het uh, Raging Bull ging worden. Maar ja, dat is natuurlijk ook Natuurlijk, Dat is, of, dus een kreeg, dus komt, gebeurt is, heel vaak, he, die toestand. Maar in ieder geval, het, het is wel een film die ook enorm veel, um, allee, die kritisch ook enorm gewaardeerd wordt. Hein, ja, ja, en uh, Robert de, de Nero heeft hier ook wel de Oscar voor beste acteur gekregen. Dus, ja, uh, en, en terecht ook, want het ja. is een onwaarschijnlijke krachttoer van een rol. Hè. En, en, ja. en, en hij speelt ook een een Hele onaangename vindt eigenlijk, hè? Ja. Maar, maar toch, toch blijven kijken. Beetje, ja. ja, en het er soms ook een beetje niet sympathie is, een groot woord, maar je compassie? Snapt, ja, een beetje compassie, omdat je door het dat dan een heel, hele, heel uh, flawed human being is. Klopt, je ziet je en je denkt, ja, er is eigenlijk ga zich gewoon heel goed in één ding, ga zich goed in geweld. Ja. Maar jammer, maar helaas, lost jij dat ook mee in je dagelijks leven, lost jij ja. er ook alles mee op. En dat is Vaak. niet zo goed. Ja, ja. ja de heel, slow mo de, 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 de Beeldtechnisch, de slow mo beelden van het de, de ding, dat is, dat is hier en dat is daarna 180 keer uh, nagedaan. Ja. Dat, maar dat is dat duizend is wel... keer nagedaan, maar dat is daar begonnen. Ja. Dat is daar ja. begonnen, hè. het slow mo ja. van de gevechten en het hoofd ja, van de weg vooral, en... vooral die, die, ja, die scène waarin Sugar Ray Robinson hem een pak geeft. Dat is die St. Valentine's Day Massacre wordt wel heel... Gruwelijk in beeld gebracht. Uh, ja. Misschien zelfs erger dan dat het was in Techt. Hoewel dat wel. Ah ja, het, was, het was redelijk stevig, in ieder ja, geval. Ja, ja, ja. <laughs> nee, nee. Ja. De, uh, straffe film. En uh, voor de duidelijkheid, bij mij stond hij op de vierde plaats ook. Hoor. Ik had die okay. bij mij ook. Uh, ja. Bij mij op de vijfde plaats stond Ronin. Maar die, uh, die staat. Stond op plaats 14 of 15 in totaal. Dus Ronin vind ik ook echt heel goed. Ook een hele goede film. Ja, dat is ook een van zijn uh, latere goeie. Hè? Ja. Zo, ja, zeker. Zeker. Geweldige car chase. Oh, ja, voilà. ik had het ja. erover met Friedkin. Friedkin ja. zit dus. Uh, The French Connection. En uh, Live and Die in LA het zijn twee ja. hele belangrijke car chases. Ja. En dan heb ik opgezocht wat zijn nou goede car chases? En dan die Ronin. En dan denk ik van, oh ja, fuck, dat is ook echt heel goed. Ja, dat ja, een hele film. goede film. Ja. Uh, top 4. Op de vierde plaats. Uh, een beetje verrassend voor mij, maar voor veel mensen, dus uh, de beste. Uh, 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 de Niro ook. Voor... Bij jou staat hij op de derde plaats, dat is Cape Fear. Ja. ja, vind ik ook fantastisch. Er is uh, een remake eigenlijk ook. Ja. Uh, Van, uh, de originele film was uh, met Gregory Peck en Robert uh, Mitchum. Robert Mitchum speelt dan het personage dat De Niro speelt in de nieuwe film. Ja. Ook weer een body transformation momentje, want daar is De Niro ook zwaar gaan trainen. En daar zag hem er ook zo heel gespierd uit. Stond ook vol met van die uh, tatoeages. Hè? Zo... Ja. Max Cady, een verkrachter, uh, die uh, vastgezeten is in de gevangenis. Die een... Uh, eigenlijk uh, denk ik dat uh, Nick Nolte speelt de rol van Gregory Peck in de Klopt. film. Ja. En die en heeft hem eigenlijk in de gevangenis gekregen, maar, maar door, er is iets dat hem gedaan heeft met, Hoe zat dat nou weer? Er is iets onrechtmatig aan of... Nee, na veertien jaar komt hij eruit. Of hij, heeft, of moest, of hij dus, moest De Niro verdedigen, maar hij heeft hij niet goed gedaan. Ik weet niet, er is iets, er is een reden waarom hij... Ja, dat ja dat de Lawyers. Komt, en dan dus... Max Cady, die, 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 eh, die, wilt, die wilt wraak nemen erop. Ja, op zijn, op zijn, uh, uh, op zijn advocaat. Ja, klopt. Ja, en die komt, uh, die komt dan naar het stadje waar hij dan woont, eh, aan de zee, aan de Kaap, ja, daar Cape Fear. En, der, en der, uh, ja, dan begint hij dat gezin zowat te terroriseren, maar die begint ook zowat die dochter, die dat dan door een hele jonge. Um, Juliet aans, Lewis. Juliette Lewis gespeeld wordt, begint hem dan wat te versieren en zo. Ja. Een hele foute vent is dat. Er zit ook een vreselijke scène in, waarin hij een vrouw mee in haar huis pakt en die dan zwaar mishandelt. Maar echt op de expliciete laten we na niet meer zien manier. Die bijt ja. zelfs een stukje thiakaak en speelt dat dan uit en slaagt die zo met een volle vust op haar Allee, Dat is echt een gruwelijke scène. Ook een geweldige scène die vaak gebruikt wordt in memes om aan te duiden: ha, dat is helemaal niet grappig. Is die scène zie je zo met een sigaar in de cinema zo heel Just. luid, fake, oh. zit te lachen. Dat irritant, is mijn de scène ooit, wat die mensen, dat is een, haatje dat is een haat! Vres, dat is een vreselijke scène, hè, want hij zit er met zijn familie, en die gast zit ervoor, en die is zo overdreven, dat deel de hele zaal er zot van wordt. Hij gebruikt ook een, een, een soort Zuiders accent erin, wat ook funny is, een ja. manier waarop dat je hem eigenlijk nooit hoort spreken. Hè. Counselor, hè, hoe dat hij er... Uh, I can now fight you, I can now thank you, I can now philosophize you. En die heeft zo'n hele, hele vreselijke, vreselijke scène. Maar, maar wel, ja, een heel... Ik vind dat een hele... Dat is ook een hele onaangename film de tijd. Want ja, ja. De, het huwelijk van, van het hoofdpersonage, dat is hem en Jessica Lange, die dat ja. ook zo'n soort je hebt ook het gevoel dat hij je daar wordt bedrogen of er is ook iets gebeurd waardoor hij ook zo'n die hun huwelijk is ook helemaal niet goed en er zit ook zo'n soort rare veel meer dan in de originele zit er een soort seksuele spanning heel de tijd ook in. ja ja wat, 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 ze daar, wat, wat meer naar de voorgrond treedt dan op de originele film. Maar natuurlijk he? in 1991, uh, ja. ook wel eh, met de Basic Instincts en de Fatal Attractions... The... Zat er meer in. Dan was het, In die ja. tijdsgeest zat dat, is dat ja. logisch dat dat er een beetje ingekropen is. Want ja, dat zat volgens maar... mij in de oorspronkelijke helemaal ja. uh, niet in. Want het is ook een moment dat, dat zij dan afspreekt met een zogenaamde dramaleraar, eh, Juliette Lewis. En dan zit ze er alleen in dat decor en er is niemand. En ineens wordt het zo, Ah, tank world. Oh, nou, now, en dat is dan Max Cady, die dat dan zo haar eigenlijk bezie als maar niemand let op u en weet hoe ongelooflijk dat gaat zijn. Maar ja, en zij is dan zo'n klein beetje gecharmeerd erdoor. Ja. En ja, die vader, Nick Nolte, wordt natuurlijk zot omdat hij weet wat voor een monster dat dat is. Nou ja, ja, hij, is, hij is, zit een achter. Hij zit de jongen ja. en te dom, gaat niet door wat voor iemand dat dat is. He, zo. Dus dat is zo, Ja, dat is een hele, hele, uh, ook weer een vreselijk onaangename film eigenlijk. Ook, maar tegelijkertijd ook wel weer cool of zo. Ja, ja. En ook ja. weer een niet zo typische Robert De Niro. Want uiteindelijk begin nee, een mafia, tough guy, maar hij speelt echt een, een verkrachter en een psycho, hè, een psychopaat. Maar, maar wel zo mee, een, je slaagt er dan wel in om die toch cool en charmant te maken. Zodat je toch verschiet. Wacht, een beetje hetzelfde net denk ik met het Hannibal Lecter-personage. Die je eigenlijk cool en charmant vindt tot dat moment dat die je overgaat tot geweld. En dat ja. je niet eens doorhebt wat voor een monster dat dat is. Ja, ja, ja. Je laat er, ja, ja. er een beetje intrappen, hè, ja. Dat je eigenlijk denkt, oh, met zijn Hawaii-hemden en zijn tattoos en zijn lijf. En die is wel cool. En die is gewoon een beetje ja, laadreugd. Ja, er is ook en... een ja. scène dat, hem, dat, dat, dat Nick Nolte waar mensen inhuurt om die aan af te namelen. En hij slaagt die allemaal in elkaar. En je vindt die eigenlijk op dat moment ook nog wel cool. Klopt. Je denkt oh ja, dat. maar dan, dan schakelt dat geweld ineens over op die vrouw. En de door wat voor een vreselijk een figuur dat, dat is. Dat. Ja. En dat vind ik ook nog altijd een van de best gespeelde scènes in, in uh, Silence of the Lambs, is de blik in het gezicht. Zo die een doeie blik van Anthony Hopkins als die mensen aan het doodslagen is met, met, een, met een politie. But dat je dan passief en maar die is helemaal niet charmant. Nee, die, is... die is helemaal niet tof. Dat is een monster. Echt een monster, dat is, ja. Een mens. Die dat dat mist een enorm stuk. dat u dat, dat normaal menselijk maakt. En dat heeft hij ook. Doet hij enorm goed in die film. Dus op Klopt. een verkeerd been zetten. dat je hem banaal cool vindt. En dan. Heb je door. Oh nee, dat is helemaal niet. Helemaal. Dat is, dat is straf gedaan. Dus, uh, Aardig ja, van ja, deze goed. Cape Fear is ook dat de oorspronkelijke twee Kaasleden. Robert Mitchum en Gregory Peck. Uh, uh, rolletjes hebben ja, in, die uh, komen in, doorheen, ja. in deze ja. film mm -hmm. en, uh, en ja uh, Scorsese... Uh, Robert De Niro was natuurlijk een beetje de de, de Leonardo DiCaprio van Martin, Martin Scorsese, wat daarna oh. die DiCaprio zelf is geworden ja, ja, ja. Maar uh, 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 dus uh, die hebben heel veel samengewerkt. ook de volgende en waar ook Robert De Niro weer een beetje onaangenaam personage dit die je aanvankelijk wel aardig vindt en dan toch weer niet dat is natuurlijk uh, Taxi Driver. Ja, dat was degene die bij mij de grootste was. Dat niet in de top 5 ja, stond. Die er wel had kunnen in. Maar ik heb duw. gekozen voor die Untouchables. In plaats van een die. Ah, ja. Omwille van het aangenaam zijn van die film. Ik <laughs> zie die film heel graag. Ja. Taxi Driver vind ik een onwaarschijnlijk onaangename film. <laughs> uh, dat is een hele, hele goede film. Maar ja. dat zie ik echt niet graag. <laughs> en ik bedoel dat echt je speelt een, ja, een, 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 een ja, Travis Brickle ja. Is een, is een, uh, een heel een eenzame man, een beetje God's Lonely Man. Hè. Die, uh, er zijn heel veel theorieën rond. Uh, onder andere Tarantino heeft er een heel mooi stuk over geschreven in die Cinema Speculation. Dat is een ah, van mijn favoriete we films niet uit de jaren zeventig. Ja. Dat is eigenlijk de reden waarom ik hem nog niet zo lang geleden teruggezien heb. Uh, ja. Samen met een aantal andere films waarom het over heeft in die een boek, omdat ik dacht: ah oh ja, nu wil ik hem eens terugzien. Mm -hmm maar dan door, door de manier waarop dat hij erover praat, bezien je dat dan toch soms ook niet helemaal niet meer hetzelfde. Dat je denkt, ah oh ja, wat haalt hem daar uit of hoe ziet hem dat erin? Ja, die wordt eigenlijk een beetje opgevoerd als een Vietnam veteraan, maar je weet eigenlijk niet of je er ooit geweest is. Plot, hè. Je hebt plot. eigenlijk meer het gevoel dat het niet is. Um, Tarantino's en een uitleg ervoor vond ik een redelijk goeie. Zo zijn toch wel angst en wantrouwen voor zwarte mensen, waarom echt zo heel niet van nee hey, van oeh. Denkte, ja, Dat is nogal moeilijk als je in Vietnam gezeten hebt. Dan had je in een peloton gezeten waar zwarte gasten in hadden gezeten. Dan had je, je niet zo'n zo soort angst of afkeer ervoor gehad. Hè? Sommige mensen hebben nooit um, over Taxi Driver gezegd dat dat een racistische film is. Maar de grap is, dat is een film over een racist. Ja. Dat is geen Dat is niet hetzelfde. Nee, nee, Verschil, dat, is hè? Ja. dat bedoel, en Dat is ook niet alleen een racist. Dat is gewoon een... een, een, een eigenlijk is aan een hele een eenzame man... Die vervreemd is van, van, van de wereld en van menselijk contact, die je niet op een normale manier met mensen kan omgaan. Je voelt dat ook. Hè? Die heeft zo'n moment dat hij een date heeft met Sibyl Shepard. Een ja. zeer mooie Sibyl Shepard in haar jonge jaren. Mee naar de, die neemt hem dan mee op de cinema en dat is dan op een pornofilm dat hem die meepakt. En dat hem eigenlijk totaal niet doorheeft dat hij, dat. Ongepast hij, is. Ja. Dat hij totaal ongepast is. Ja. En zij denkt dan: wow, wat een freak! En zij gaat ervan lopen. En hij denkt dan ook, hij zit een trut. Maar eigenlijk, ja, die voelt zich heel de tijd te kort gedaan. Hè? Iemand die zichzelf heel hard geslachtofferd voelt door de maatschappij en ook kijkt naar de maatschappij als een een, een, een plek die uit elkaar aan het vallen is. Hè? Die, die terug orde nodig heeft. Hè? Die heeft ook zo die, die hele... Beschrikkelijk actueel, hè, man? Ja. Uh, Bijna vijftig jaar oud en... Someday a real rain is gonna come hè? that's gonna wash away all the scum. Zo so dat soort uh, ideeën dat hij ook heeft. Inderdaad, de, 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 de ideeën van de fanatieke uh, MAGA hat-wearing... Uh, ja, Trump supporters, Trump, supporter, ja, of noem het fanatieke maar Trump supporters. Als je, als je, ja, want hè, dat zijn ze niet allemaal natuurlijk, nee, voor alle duidelijkheid. Maar, maar de, de zogenaamde incels, hè, zo de, al die nieuwe versies van wat dat Travis Bickle eigenlijk is. Ja. Maar wat, dan wel, wat ik dan wel vind, wat, wat je niet goed praat, maar wel een beetje, is dat je dan toch één morele overweging heeft in de film. Namelijk, ik kan dat jong meisje redden. Ja. He, die jonge prostituee. Ik wil die redden uit de klauwen van die vreselijke pooier. Dat ja. zijn de Harvey Keitel. Ja. Die trouwens een waanzinnige rol speelt. En wat ook iets is dat ik niet wist, bijvoorbeeld... Was, uh, Harvey Keitel ging normaal niet meedoen in die film. En uh, Scorsese wou die er eigenlijk wel in, want die waren, kwam goed overeen. Maar die had er gewoon geen rol voor. En uiteindelijk hebben ze gekozen uh, voor de rol uh, van die pimp. Ja. Maar de grap, want dat ging normaal de zwarte acteur zijn, maar de reden dat ah, ja. ze dat niet gedaan hebben, is omdat ze dat negatieve stereotypering van zwarte vonden. Dus Ach, ze wouden een toen witte al. gast doen en ze wouden een witte gast hebben, omdat ze zeggen, ja anders dan is de pimp weer een black guy en dat is, hè, de pimpfiguren in films waren in de jaren nee. 70 very very black allemaal. Ja. Maar nu was het enige probleem en dat blijkt echt de true story te zijn, dat ze op zoek zijn gegaan naar een witte pooier. Om, die, uh, om, 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 om dingen mee in de leer te laten gaan, dat je wist hoe dat hem zijn eigen moest gedragen. Uh, en dat bleek onvindbaar te zijn. Ze waren namelijk allemaal zwart. Dus, dus is eigenlijk uh, Harvey Keitel opgetrokken met een echte pimp, die dan een zwarte gast was, die hem een beetje leerde hoe dat hem zijn eigen moest, hè, hoe dat een pimp zijn eigen gedraagt. Ja. Eigenlijk is dus de, de whitewashing van de pimp in de film totaal niet correct. Dat dat dus eigenlijk in deze tijd hadden we helemaal schizofreen niet meer geweten wat we daarmee moesten doen. Nee, nee, nee. Want het is eigenlijk als met de beste bedoelingen, namelijk we willen zwarte mensen niet stereotyperen, is natuurlijk een beetje cultural appropriation. Ik denk gebeuren. ook, ik dus denk het is ook wel uh, funny. Ik denk dat dat iets ja. gelaagder is, want ze willen natuurlijk. Ja. Hij wil dat meisje redden. En als je die, mm -hmm. die Pim zwart maakt, dan is het die racistische ondertoon. Ja. Je wil dat, die dat wouden het helder ze, is. En die wouden ze ook iets temperen. Ze, wouden inderdaad, ja. ze willen hem wel laten zien als iemand die een heel grote wantrouwen heeft tegen zwarte mensen. En je merkt, die gast is niet oké. Okay, Want dan zou hij dat meisje ook willen redden omdat hij zwart is. Maar dat is niet het verhaal dat je wil vertellen. Nee, nee op dat het moment. verhaal is, hij wil toch één moreel juist ding doen. Hij wil ja, ja. eigenlijk dat meisje eruit halen uit de problemen. Wat hem ook voilà. doet uiteindelijk. Want er komt ook in een brief dat er gezegd wordt: Iris is doing well en het is beter. En dank u wel. Niemand weet hoe een held dat gaat Ja, ja. En het angst. Hij wordt jagen... trouwens gespeeld door natuurlijk... Jodie Foster, hè. Dat ja, is jo en, het, jo en die dat ook enorm goed speelt voor een hele jonge leeftijd. Maar wat, wat ook Travis Bickle, wat dat wat dat maakt, is dat hij ook een klein beetje, um, ja, die wordt ook een beetje bezongen als een held, hè? hoewel dat hij eigenlijk ook fout is, waardoor ja. dat je niet goed weet wat je daarmee moet doen. Dat is ook een moreel, morele... ja. heel ambiguë film Was ja. ze veel beter in waren in de jaren zeventig. Daar hadden heel veel beetje reactionaire cinema soms, maar toch ook tegelijkertijd er zat altijd... Dat was eigenlijk de Age of the Anti-Hero. Zo'n Neltje dat eigenlijk geen Nelt is. Ja. Of iemand waar je van zegt moreel zeer te betwijfelen of dat dat oké okay is. Hè? Dirty Harry is nog zo'n figuur. Ja, ik ben het niet helemaal met je eens hoor, want ik vind bijvoorbeeld de Sopranos uh, heeft dat mm -hmm. ook. Uh, uh, en nu onlangs Joker heeft dat, ja, dat is heel erg hier geïnspireerd uh, op natuurlijk. Ja, maar wat dat wel was, was in de jaren zeventig waren veel meer films zo. Ja. Nu zijn dat uitzonderingen. Ja. Nu hebben ze zoiets films met een anti-held en hij vindt het uh, ...refreshing, omdat dat is... ...omdat je denkt, oh, wauw, de held ...die hebben we al lang niet meer gezien. Nu zal dat rapper in een tv-reeks zitten... ...omdat je dan ja. het iets ruimer kunt trekken. Dat je hè? meer the Break tijd hebt. Uh, ja. ja, omdat je meer tijd hebt om en, dat verhaal en, te vertellen... Wat? En. Alle kanten van dat verhaal te laten zien. En dat klopt. En daar zit ook, er is ook 100% gelijk. Hè. Dat zijn ja. soortgelijke figuren die wel later zijn teruggekomen. Maar, maar dat vooral... minder in films. Dat heb je ja, ja, dat en wat de, wat de jaren 70 wel onderscheidt van de 80s en alles daarna... Wel dat de 90s dat dan wel weer terug hadden. Hè, met ja. de Tarantino's en al die gasten. Ja. Die natuurlijk allemaal opgegroeid waren met die films. Waar dat de, de helden vaak niet zo'n helden zijn. En, hè, in Reservoir Dogs zit je niet in een toffe gast. Nee, maar, maar je vindt die wel allemaal cool. Ja. Ja. Dus dat, is, dat, is, dat heeft dat ook wel een beetje. Dus, uh, dus ja, voilà. Nee, ja, er is natuurlijk inderdaad uh, de, de vibe... Uh, ik, ja, ik, ik, liet, ik liet hem dat zien. Mean Street is... Uh, mean Street, ja. De, yeah. uh, ik denk de eerste film van uh, Scorsese en uh, uh, ook een hele uh, jonge uh, uh, Robert De Niro. Ja, mm -hmm. die, 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 dat is wel een beetje de startpunt van alles wat daarna komt voor hem. En dan Harvey Keitel erin. Dat zijn zo die gasten allemaal, hè. Eh? Ja. Yeah. Allemaal heel jonge gasten toen, daarin. En, ja. uh, en wel, wel cool om te zien... Allee, dat was eigenlijk tegelijkertijd, zoals gezegd, je hebt, je hebt al een aantal van die mensen opgenoemd, gelijk Brian De Palma, ja. Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, uh, um, uh, Martin Scorsese. En een hele hoop van die kerels, dat was echt een jonge, nieuwe generatie. William Friedkin, ook. Hey, ook. Ook, he, de, de gasten die zeiden, ja. we pakken die jonge acteurs mee en we maken iets anders dan hetgeen dat iedereen ervoor allemaal ja. mocht. Ja, daarvoor, ja. ik heb die Friedkin podcast ook, daarvoor waren het allemaal musicals en ze wisten niet meer zo goed hoe ze, hoe ze de mensen moesten bedienen. Ja, ja. En, en, en dan hebben ze gezegd, hier, een aantal beginnende, uh, doe maar iets, en dat mm -hmm. sloeg aan. En, ja. ik, en ik hoop en ik voel dat er weer zo'n momentje zit. We, he, we zitten allemaal in een Marvel-boerheid. Het gewoon komen, gevoel ja. dat. dat, dat komt. En dat, dat is altijd wel, je gaat dat wel zien. In de begin jaren negentig is dat geweest. En ik heb veel meer veel nu, veel nu. interessante jonge filmmakers nu, zo wat meer independent ook dingen gaan beginnen doen. Die dat Hopelijk. dan ook weer gewoon mainstream worden, hè, zoals alles altijd. Ja, ja. Maar, maar dat gaat misschien wel weer eens terug zo'n een aantal singular movies opleveren. Hopelijk. Dat ik een beetje mis. Want hè, als, je, je kijkt, als ik nu zeg lock, stock, snatch... Uh, als ik zeg dingen gelijk uh, Seven of, hè, zo, er waren heel veel coole films in man, waar je van zegt dat was die film en dat hoefde geen franchise te zijn, dat moest niet dat, dat was dat en, zo, en dan denk ik ja, zo hebben we er toch wel weer al wat nodig of zo dingen. Ja ik. absoluut. Ja, en, cinema en, en heeft daar nodig. En, ja. je, en je kunt lullen wat je wil. En daarom uh, 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 Barbie en Oppenheimer, ja gelukkig, mm -hmm. uh, Zeker. Uh, uh, geen franchises. Okay, Zeker, Barbie of dat is wel een uh, soort merk. Maar, ja. maar geen en, franchise, en... niet iets wat we al tien keer gezien hebben, niet een remake of een sequel. Of... Nee, en als ze echt cool zijn, dan maken ze ook geen sequel. Dan zouden ze dat dus ja. laten voor wat dat is, ja, dat we... geldt ja. denk gaan ik... gaat bij Barbie uh, geen Dan ga je hem gewoon niet lukken, want dat nee. is gewoon gedaan. Maar, maar, maar Barbie, dat zal ongetwijfeld ja, het wel weer sowieso een sequel krijgen die ja. niet nodig is, maar, maar goed. Ik heb hem nog niet gezien, dus... Uh, ik ik ga... ook niet. Ik ook niet, maar, maar ik, ik, zelfs al vind ik Barbie een vreselijke film maar niet, niet bereid zijn om te doen, want ik, heb, hè, ik vind dat, dat er leuk uitzien, ik wil dat wel zien, ja. maar mocht dat zelfs afschuwelijk zijn, ik zal daar eeuwig dankbaar zijn voor het feit dat dat mensen terug in de cinema krijgt. Absoluut. En dat is voor mij... Veel belangrijker dan wij dat die film zelf eigenlijk Vindt is. Vind ik ook, vind ik ja. ook. Ja. Ik bedoel, uh, 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 we hebben een beetje de chance dat Zillion bijvoorbeeld een leuke film was. Absoluut. Maar ook daar het feit dat er weer een Vlaamse film veel ja. volk lokt. Absoluut. ben godzijdank met een toffe film. Bobby maar ik ben blij Plons. dat die... Goed ja, 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 gedaan. Ja, absoluut, absoluut. Ja, zeker. All uh, de, de nummer twee. Uh, het is nu is het... Ja, uh, uh, maar het verschil tussen nummer één en nummer twee is toch echt aanzienlijk. Uh, op de tweede plaats staat Goodfellas. Ja. Goodfellas, uh, ja, de uh, 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 maffiafilm. Ja, ik, ik heb net even geteld: uh, uh, Casino 6, Razor Bull 5, Cape 4, 4, uh, 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 Texas Drive 3, Goodfellas 2. Dat zijn 1, 2, 3, 4, 5 films van Martin Scorsese achter elkaar met Robert De Niro in de top 10 uh, uh, De Niro-films. Dus dat is wel ja. helder, lijkt me. Ja. Uh, ja, Good Goodfellas is uh, eigenlijk meer voor hem een, een ensemble film dan ook weer een film waar dat, dat een hoofdrol in speelt. Ja, hij dat is, is, een, hij is een hele grote. Dat is niet een bijrol. Dat is een meer. De, de hoofdrol is Ray Liotta, maar, ja. maar hij speelt een hele belangrijke rol daarin. Hij is die een die Irish guy tussen de. Tussen de, um, de Italianen, de iets meer gecontroleerde, maar daarom niet meer geminder gemene gast uh, die je erin ziet. Ja. Dus een uh, geweldige scène waarin dat... Uh, uh, oh, ik ze niet een acteur zijn naam vergeten, maar die speelt ook mee in The Sopranos. Eh, die je zo... Uh, ja, vind ik ik. Eigenlijk Joe Pesci uitdaagt. Eh, Did you bring your shine box? Eh, en dat, 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 dat dan... Uh, Pesci kijkt wat wordt en die gaat dan weg maar die komt uiteraard terug en het moment dat die kiest om die gast te vermoorden wat een made guy is en een ja, gast ja. die in de maffia zit en dat is het personage van, um, van van uh, Pesci nog niet op dat moment nee, nee, dus je ja, ja. begaat eigenlijk een hele grote zonde namelijk you don't kill a made guy want dan, dan, ja, dat, is, dat is ook hetgeen dat hem uiteindelijk de das om doet hetgeen dat hem daar doet maar wat iedereen wel vergeet in die scène is dat De Niro even hard die gast zijn kop intrapt, hè. Ja, de ja, Niro ja. Is, de mom is de moment die... Want je zegt ook op een bepaald moment, zegt dat personage, hey, I don't understand what he was so angry about. En dan zegt hij, well, you provoked him a little bit. Het is niet dat je... Je ja. wordt niet, maar die is zo heel diplomatisch. Maar hey, kom, drink er een van ons. Kom, het is van ons. No, no, no. no. En... En omdat hij dan die genoeg respecteert, want dat is een Irish guy, dus dat gaat nooit een made guy worden, want dat kan niet. Nee, ja. ik heb de hele tijd te hopen dat, dat, dat Passy het wordt, zodat hij in is met een made guy, zodat hij weet: ja, dan kan ik alles doen wat ik wil. Kunnen ze mij niks niet meer maken. Maar het moment dat hem dan kiest voor zijn vriend, dan is die ook meedogeloze. die trapt hij zijn kop in. Arre, dat is een, ja, ja. Eigenlijk is dat een vreselijke gast ook weer daar. Maar die is charmanter, die is rustiger, die is toffer, die is aangenamer, dat die, 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 die lijkt de redelijke van de ploeg te zijn. Ja, is ja. ook een heel bekende scène, een hele, hele vieze scène, vind ik ook. Als, als Lorraine Bracco eraan komt en hij zegt: Joh, pak nog wat kleren van daar van achter. Go, 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 go maar, pak maar iets, je moet dat pakken. En dat je die sfeer voelt, als zij denkt: als ik dat pakhuis inwandel, dan kom ik daar niet meer uit. Dus als zij ook gaat lopen, hè, en hij blijft zo heel... Hé, we zijn toch vrienden, maar je voelt... Ja, he's gonna kill her, hè. Ja, ja, ja. ja. Een medogeloze smeerlap, maar, maar heel charmant en heel vooral on an even keel. Je hebt nooit het gevoel dat hij... Die, die is veel emotielozer dan, dan de vele zottere Joe Pesci erin. Ja. Hè, waar je van voelt, ja... Dat is echt al los kanon. Je... Maar tegelijkertijd, je doet ook die scène waarin een hele jonge Michael Imperioli zit. Ja. Hè? Spider die dat hun bedient op de, de pokertafel. De, dan zegt die Spider op een bepaald moment: eh, You know what, Tommy, fuck you. Eh? En dan zegt de Nero, Oh, hier die jongen, geldmannetje. Eh, eh, don't ever, don't ever, ever, ever let anyone give you shit. Goed gedaan. En dan zegt hij tegen Tommy: You're gonna let him talk to you like that. Ja. ja. Ja, waardoor dat je denkt, ja, dat is, dat is, dat is, een, dat is een, hoe zeg je dat? Dat is de pinnen een granaat trekken. Hè, en zeggen, ja. laat het hier morgen gebeuren. Absoluut. Dus, dus die gast is, die die niet zo, dat is een nekel. Ja, ja, ja. Maar, maar, maar die speelt daar als de toffe van de ploeg. Degene waar je van denkt, hey, van al die mannen is dat eigenlijk de sympathiekste. Maar de moet er moeten evenveel schrik van hebben. Klopt. En dat, is, dat is weer, weer een, een, dat kan die je wel goed. Zo, so, de charme combineren mee, met een ongelooflijk gemene nijker. Ja. Ja, ja, dat klopt. En dat daar wel... al, ja. Ja. Ja, ja, en daarom is die... Uh... Ja. Nu, die uh, ene acteur die je bedoelde is Tony Sirocco. Ja. Rico. Die ja. is vorig jaar overleden. Dat is... Uh... Ja, dat is mijn favoriete gast uit het Saprali. Dat is uh, Polly, eh, Walnuts. Oh, nee, ja, dat is niet degene dat ik bedoel. Ah, er zit er nog een in. Degene, nee, dat is degene die daar in de, in de dingen zat. Die zit in de New York crew. Ah, dat ja. is eigenlijk degene die de rechterhand is van uh, Johnny Sack. Die daar die da sterft op den duur van, van kanker. En hij pakt dan over. En hij is een hele vervelende gast. Zo, waar dat ah, was ze altijd. Waar ze altijd een bras mee hebben. Omdat um, de, de, uh, het figuur van. Um Oh, uh, oh, godverdomme, Mr. Pink. Allee, je weet hem nou weer, uh, die een acteur. Mr. Pink? Uh, Steve Buscemi? Steve Buscemi. Die speelt eigenlijk uh, een neef van, van Tony Soprano en die schiet de broer af van die gast. Ah, ja, ja, dat en dat niet. blijft altijd een soort probleem tussen die twee tot het einde. eigenlijk. Dus, ja, dus dat ja. is zo'n... Uh, ja, het is, het is eigenlijk... Uh, het is die een acteur. Maar en inderdaad, is ook, ja. dus, uh, Lorraine Bracco... Die uh, uh, Frank, hem, uh, nee, wat ik net zei. Uh, en dan uh, Imperioli, heel veel acteurs van Goodfellas zitten in de in, Soprano's. In de sopranos uh, yeah, absoluut. Ja, absoluut. Ja, dat, dat refereert echt uh, ja. dat, zonder, zonder Goodfellas, geen soprano's. Dus daarom, al, daarom alleen al. Yeah. Uh, die die heb je die, 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 die geweldig, gezien as far back as I can remember. I always wanted to be a gangster. Dat yeah. is ja. zo goed. He. Maar ook zo die, die, er zijn ook momenten dat Joe Pesci niet alleen een psycho is, maar dat hij ook mega funny is. Ja, ja, ja. Er zijn ook momenten dat hij zo, zo begint te babbelen over eten terwijl ze daar lijk aan begraven zijn, en een andere begint te kotsen en die blijft morgen overdrijven over dat eten. Ja, ja de, de, er zijn echt scènes dat ik heel hard heb gelachen met die film ook. Klopt, ja, ja. Dus dat is wel, wel een hele, hele, hele straffe film. Het is ook een ja. film waar Joe Pesci de uh, beste bijrol van gewoont. beste ja, acteur. En, 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 uh, de, echt, Oscar. en uh, de, de beste Oscar acceptance speech aller tijden heeft gewonnen. Ah, dat weet ja, ik weet niet Wat, me, wat zegt hij dan? Hij heeft namelijk gezegd, uh, ja, als je de favoriet om hem te winnen, wat denkt hij? Hij zegt, I'm gonna keep it short. Yeah. zei hij. En yeah. dan kreeg hij een Oscar en je zegt, thanks! in die wandel af. Ja, onwaarschijnlijk. De beste ooit. Dat was, dat was zo goed. Die zegt gewoon thank you en je wandelt het podium af. En dat was het. Dat is kei, Ik joh. denk, ja, dat is, uh, dat is cool, hè. Dat is ja, heel cool. Ja, dat is heel cool. Ja. All right. Goodfellas, natuurlijk, een uh, klassieker meesterwerk. Ik heb er mijn bedenking ook al bij. Uh, ik vind, ik ben een beetje... En dat is eigenlijk met terugwerkende kracht. Doorweer ook de Irishman. Uh, uh, bij ik Casino en uh, Goodfellas... Ik ben het uitleggen voice-over, heb ik het soms wel mee gehad Dus ja, de, de audioboek, het is een geïnistreerd audioboek, wordt het. Toen was dat eigenlijk goed, hè. Toen ja. je dat de eerste keer zag, vond ik dat wel. Omdat dat ook, die is een nuttig is ook niet overbodig. Er zijn bepaalde... Nee, dingen maar maak die... dan een, een halve film, of doe... Ik, ik, ja. ik vind, leg het visueel uit. Uh, ja, uh, ik tis tis het een, ik, ik visueel kan Het is een visueel audioboek. Ik kan ja. het er wel mee hebben, eh? Tommy two times, we call him that way because he always said everything twice. I'm going to check the papers, check the papers. Eh? Ja, en dan moest ik wel lachen. Alleen er zijn zo'n mom zo momenten dat ik denk, ja, eh? of dat hij bijvoorbeeld bepaalde dingen zegt van ja, Tommy had dat gedaan en dat kon natuurlijk niet en het was zelfs zo erg. They, they even shot him in the face so they couldn't have an open casket. Ja, er komen wel dingen in dat hij je zegt dat je denkt, ja. So, en ook op het einde, hè, als je dan die stem hoort dat hem zegt, en je stond dan in de rij aan te schuiven voor een brood, like an ordinary schnook, ja. dat je zo voelt die enorme teleurstelling in een gast die toch liever een gangster was geweest. Ja, dan, ja. Dan, dan, dat is en dan het... heb ja. ik toch liever dat dat misschien niet in voice-over is, ja. en in, een, in dialoog, of op een andere ja. manier. Of... Ja. Maar goed, dat is... Dat is een ook een veel... beetje denk ik. Dat is ook een beetje smaak. Ja. En, ja. en, en on, de, ook dat Scorsese zo... He, zo van, dat is geen cinema. Dan denk van, nee, maak dan nog eens een, een geïllustreerd audioboek, uh, ja, Weet je wel, zo. Ja, ja. Dus je, je, je kunt overal er iets over zeggen. En het, ik moet ja. ook eerlijk zeggen dat dat me nooit is opgevallen. En door de Irishman is dat met terugwerkende kracht, zo waar. Ja, ja, ja. Dat, ik dacht van, dat is een beetje, een beetje, het jammeren is altijd als iemand uh, die een stap verder zit en je ziet zijn trucken, ja. dan begint hij zijn trucken te zien in zijn nauwe films ook. klopt. Maar eigenlijk bestaan maar die wij niet aan, bestaan aanvangend. wij allemaal het ik niet. Dus, dus En hoe ouder ik, ik, ik word, druk, word, dat ik ook voel van ja, je bent die een truc aan het gebruiken. Nee, he. niks, want er zit een goeie in. Dat, he, is, dat is wat dat je doet. Dus soms moet je dat om als je om van trucen, als je te ver gaat in je trucjes. Om daarvan af te stappen, of niet altijd die te gebruiken. Om er wat meer spaarzamer mee om te gaan, misschien. Nu weet ik niet of dat ik dat toen. Nee, nee, maar ik snap wat zegt. Ja, maar ja. ik kan wel snappen, als je een nauwer wordende artiest bent, dat is ook niet zo gemakkelijk. Want je begint in herhaling te vallen. Of dat je dat wilde of niet. Klopt. Omdat mensen een beetje doorremmen wie dat aan een tijd Ja, of dat is gewoon hoe jij werkt. Maar dan is ja, het, het materiaal het... niet zo goed is als toen, of niet zo. Of dan auteur... valt het harder dan, op. Ja. Dan valt het harder op. Dan begin je te merken, vanaf het moment dat je een mindere versie van je eigen begint te worden, beginnen het op te vallen. Dus, dus ja. En ik heb bijvoorbeeld, ja, dat is dan, uh, als we dat toch weer naar Marvel kunnen trekken, ik, ik ga, die Thor Love and Thunder, die heeft met terugwerkende kracht, draagt daar ook... daar ook een beetje kapot gemokt. Hè? Ja, dat is ja. spijtig, hè? omdat je die heel leuk vond toen je die Spra zag. Ik vond dat geweldig! In en dan zie je Love and, and Thunder en denk je van, ah, dit is waar jij, waar jij naartoe wou. Ja, dan ja, vind oh. ik je startpunt al niet eens meer leuk. Ja 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 voilà. ja Ik snap exact wat je wilt zeggen. Ja. Dus uh, ja, goed, ja, maar, ja, ja. Goed. ja. Um, goed maar ja goed. Ja. goed maar ja goed. Ik ga niet zeggen dat dat niet goed is hè. Dat is gewoon ik vind die voice over ja, ik denk van ja. ja ik zit een mega tarantino, tarantino van en ja, vind die ook mega cute. Kan dat wel al. Niet mega cute. Ik vind die gewoon niet zo goed als iedereen die vindt. Voilà. Hey, Revenge of Art Dogs is een van mijn favoriete films. Oh, ik moest er net ook trouwens denken toen jij bezig was over die uh, dat ze geen zwarte uh, uh, pim vonden. Ja, moest ik ja. terug aan True Romance denken, waarin uh, ja. Gary Oldman. Ja, zo'n ja, soort Jamaicaanse fake. Zwarte, zwarte, whatever the fuck, gast. Speelt. Ja, je, moet, je moet gewoon altijd weten. Bij, 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 dat dat leerde wel over die cinema speculation. Als je die leest, denk ik wel dat je Tarantino. Ik zeg niet beter gaat appreciëren, want er gaat dat niet over. Nee, nee maar, maar je ik snapt ik weet dat wel beter. Nee, nee maar je snapt, ik hou je heel wel heel erg. Tarantino is een passie over film. En ja. ook als daar één film uit En je, en je ja. snapt ook beroemd dat hem dingen doet. Je voelt ook heel hard van. Ah oh ja, jij zit echt een kind van uw tijd. En dat ja. is ook wel ene die je zo. Is, weet je wat Tarantino een beetje is? Dat is een band die je niet liegt over zijn invloeden. Dat klopt. Dat een band bezig wordt die je denkt: oh ja, die hebben duidelijk gelusterd naar Led Zeppelin en naar Black Sabbath. En die heeft daar gelusterd en daar Maar die doet er toch iets mee dat het iets van hemzelf is. Ja, en, of, en als ze dat dan beginnen ontkennen, dan haak ik helemaal af. Ja, dan, uh, dat, dan... dat moeten zeker niet doen. Maar hij is een hele grote liefhebber van genrefilms en dat is ja. ook wat hem mokt. Dus maar dan ik... denk ik ook: ja 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 100% en, ja, ja. Uh, uh, maar als het dan over Scorsese gaat, ik vind zijn uh, die hele lange documentaires die hij gemaakt heeft over Italiaanse film en over, ja. uh, over uh, uh, gewoon Hollywood, ja ik vind dat superboeiend. Ik vind mm -hmm. ik vind uh, uh, passie over film en dat heeft Tarantino, dat heeft Scorsese. Ja, uh, ik vind passie over film vind ik, uh, vind ik fantastisch. Mm -hmm. uh, Tarantino heeft natuurlijk een hekel aan de eties en daar heeft hij gewoon uh, ronduit ongelijk. Uh, uh, nou, ik snap waar... waarom dat hij dat vindt, maar ja, ja, dat, heeft allemaal, dat heeft ja, ja. allemaal te maken met het feit dat Kik en jij opgegroeid zijn in de jaren tachtig en na in de jaren zeventig. Ja. Zijn formative years waren de s en dat is inderdaad een heel andere tijd dan Ja, jaren maar ik heb 80's. geen hekel aan de jaren 90 films. Nee, ik ook niet. En ik heb ook geen hekel aan de jaren 70 films. ik nee, bedoel ik ook ik, niet. Ik heb, ik heb zoiets, ja, dat is iets anders. Ja. En ik, heb het, ik vind het niet zo erg dat het iets anders is. Nee. En alles gaat, ook... in, alles gaat in, in, in waves en ik kan ook van Commando of, First of Rambo 3 kan ik gewoon genieten. Maar, maar okay, whatever. Dus puur een dan... bullshit, maar dat is wel k een bullshit. Absoluut. Dus dan denk ik ook, niks mis mee. Ja. De nummer 1, het is geen verrassing, want het, 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 heeft van alle, uh, het heeft ongeveer een kwart van alle stemmen gekregen uh, uh, van, uh, van de mensen, dus het was echt wel met duidelijke, uh, over, duidelijke overwinning Heat van Michael Mann, uh, uh, De Niro en Pacino. nummer 2, denk ik. Uh, uh, ja, bij jou nummer 2, inderdaad. Ja, uh, de, dat is, ja. Dat is ook, uh, dat, dat, dat bijna niks anders kunnen zijn. Hè? Um, nee. Ik denk dat mijn um, affiniteit voor boksen in de geschiedenis ervan, en de impact van die film, voor mij Raging Bull nummer één, heeft gemaakt, maar het had het uh, zeker even goed kunnen zijn, um, dat is een, wel, een geniaal goede crime movie, maar ook ja. een hele, hele goede film over hoe een uh, een dubbeltje op zijn kant is, wat voor persoonlijkheid dat jij wordt, met wat voor keuzes dat jij het moet maken in je leven. Want de twee hoofdpersonages zouden broers kunnen zijn. Hè? Ja, zouden of gasten of kunnen Batman en de Joker. Ja, maar, maar eigenlijk ook... Die zijn alle twee even goed en even slecht als elkaar. Zo, Pacino is geen toffere gast in die film dan De Niro. Integendeel, De Niro behandelt vaak mensen veel beter in die film dan dat Pacino zijn personage naartoe. Klopt. Mopacino is uh, on the right side of the law, zullen we maar zeggen, en de andere niet. Ja. En, en dat is hè, die, die scène dat hij, dat gevoel dat hij, die, die beroemde scène dat hij met twee in die Diner tegenover elkaar zit, voelde ook dat hij die, dat die respect heeft voor elkaar. Dat gevoel, ja. ik, ik zie hier iemand zitten die in alle andere omstandigheden misschien maar een beste maat was geweest, ja. maar in deze omstandigheden niet. He, wat ook een mooie scène is, helemaal op het einde, als, als, als De Niro aan het doodgaan is en Pacino pakt die zijn hand vast. He, dat je weet van ja, die voelen die broederschap eigenlijk met elkaar. Daar respect ook, omdat die het doorheen. Dat is een gast waar ik, ik voor moet oppassen. He, de, de crimineel die ook doorheen. Ik ben te slim voor 90% van de mensen die mij achterna zitten, maar niet voor de die. Klopt. Zo die die gast heeft mij door, omdat wij zo bij, op elkaar lijken. Ja. En dat is een hele, een hele straffe straf voor film. Het is ook, ook een eer... mooie film. Ja. Het is te lang, duurt 2 uur vijftig. Voor het verhaal dat maar is, is te lang. De 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 heist scene is on onwaarschijnlijk zeer, zeer 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 goed. Onwaarschijnlijk. Ook ja. al 500 keer nagedaan. Weet je ja. wel? Uh, bankoverval die mensen die. Ja. Op de straat en beginnen rondschieten en shit. De, 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 de openingsscène van, uh, van The Dark Knight is overduidelijk een kolen onheat. Uh, 100%. Ja. Ontzettend. Zelfs een beetje de relatie tussen Batman en de Joker ja, is het eigenlijk ja, ook. Ja. Allee, ja, Dat je ook voelt van eigenlijk dat je werd daar heel veel mee vergeleken, hè, de Dark Knight. Ja. Maar je eet ook wel een beetje dezelfde sfeer. Zo. Ja, en, en dat is ook wel, uh, als je de Killing Joke leest, waar, 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 ja. waar de relatie tussen Batman en Joker ook wel een beetje over gaat. Want als jij ja. een slechte dag hebt, hè, dat, de, de, nu zijn daar heel veel comics over. Als jij ja. een slechte dag hebt, of als jij. Jij had evengoed die kant kunnen kiezen en ik ja. die kant. Ik ja. had evengoed de andere kant kunnen kiezen. Ja. Nu, en ook, uh... en ook het, ook, wat ik ook nog wel even uh, ja? Ja? kwijt wil over die film, is uh, Val Kilmer. Hè? Ja. <tacht> ja. Van de beste rollen in de film. Klopt. Eigenlijk een beetje de heart of the movie. Ja. Een gast die heel tragische keuzes moet maken omwille van zijn leven. En de gast die dat je wel een beter leven gunt eigenlijk dan... Ja dan dat hem heen in de film. Ja, tussen, tussen het geweld van die twee uh, hoofdpersonages als El Pachino ja. en De Niro, zit eigenlijk de mens uh, Val Kilmer. Heart, ja. hart de, gast, van, de hart. Het de, hart van de film. Het hart van de, gast de film. Gast, die, de gast, Zeer die is, belangrijk. Ja, ja een hele goede rol. Ook weer zo'n rol waarin je doorhebt hoe nou fucking een fucking goeie acteur dat Val Kilmer was. Hè? Ja, ja een, is, was, ja, whatever. Is ja. nog altijd. Ik weet niet wat hij ooit nog iets... Hè? Nee, hè, nou, 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 dat, dat voorbij is voorbij. Een beetje voor... Godzijdank dat die Top Gun Maverick als dat zijn laatste film is. Heel schoon hè. Is dat een onwaarschijnlijk mooi, heel, heel, een heel uh, heel mooi afscheid? Ja, alleen daarvoor beste film van het jaar. Sowieso. <laughs> maar, maar, maar wel ja, ik vond ik vind dat een hele, hele straffe film. Ja ja. En Tom Sizemore, uh, uh, Ashley ja. Judd, het, het zijn allemaal zo'n uh, John toppers. Voice. Allemaal toppers. allemaal toppers, allemaal heel goede rollen, heel goed geacteerd, iedereen erin. Maar ook, ook he, de, inderdaad, uh, het, het, het uiteenvallende huwelijk van... Uh, eh, ook weer al daar, eh, een beetje vergelijkbaar met Nick Nolte's huwelijk in Cape Fear. Maar ook daar, een gast die je zo omwille van zijn drive en zijn zijn, eigenlijk ook zijn gezin op de kloten helpt. ja. ja en terwijl de andere, die je dat dan eindelijk een beetje verliefd wordt op iemand, hè, de Nero die eindelijk ja. iemand ontmoet waar hem van denkt, misschien stop ik hier wel mee, misschien ja. heb ik wel iemand gevonden. Dat mij dat leven kan doen opgeven. Dat is tragisch op elk vlak. Iedereen... Is dat, dat is Amy, die Amy Brenneman. Ter, ja, zeker, dat is een film, een film die je dat eigenlijk bijna alleen maar verliezers kent als je op ja. tijd kijkt. Ja, ja, Iemand ja. wint in heel dat verhaal. Klopt. En dat is het, dat is het, het, het erge eraan. Zo, ja, dat is ook een tragedie, eigenlijk. Ook weer, hè? 100%. Maar een, met een hele, hele mooie film. Andere acteur, Natalie Portman speelt Dochter. Ja. Tom ja. Noonan, die kennen we ook van Manhunter. Ja, 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 ja. Uh, Hank Azaria uh, zit erin. Ja. Uh, ja. Danny Trejo, Henry Rollins. Allemaal ja. ja. fantastische acteurs. Tone Locks, de rapper. Er ja. zitten heel veel uh, goede acteurs in. Ja. Nu, mijn, uh, mijn uh, kritiekje. Ik ga het er eens op terugkijken, maar in mijn hoofd... Mm -hmm. Ik ga het terugkijken, wat ik weet niet zeker, ik heb het niet herbekeken. Uh, is die scène in die diner tussen Al Pacino en Robert De Niro, waar iedereen het over heeft... Is dat altijd shot tegen shot? Zitten die nooit in één shot uh, in beeld? Dat weet ik eigenlijk niet. En, en in mijn dat hoofd. Is, dat is te lang geleden dat dat gezien heb. Als je zo... nog het gevoel hebt dat die niet samen daar zaten. Of wat? Ja, 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 ja. Okay, en dat is misschien dat een, een keuze van ja. de regisseur geweest van, om ja. ze op de afstand te creëren. Maar ja. ik denk van, ja, maar nu heb je ze een film. Maar zo, eh, dat is het grote ding. Ja, 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 ja. Ze zitten samen in een film. Dan eh, lijkt het nog alsof maandag alsof, ah, heeft die ene zin, de, zin ding. En uh, woensdag heeft die andere. Ja, maar ja, ja. Gewoon, aan het ja. einde hebben ze elkaar wel, van, whatever. Maar die scène, ik moet het eens terugkijken. Maar ja, in mijn maar, hoofd is dat dat daar kan, heel veel shot tegen. Ik kan u niet tegenspreken, want ik, ik heb het ook zo lang al niet meer gezien. Ik, ik en kon ik ben ervan overtuigd. Michael Mann is een zeer goede filmmaker. En visueel ook. Ja. Terug is... Een hele onderschatte film. Die is een Miami Vice, by the way. Een keigoe het... film is. Vond ik destijds ja. niet goed, maar ik ga er wel eens terug. Ik vond dat wel echt goed. Dat is veel donkerder en veel onaangenamer ja. dan de reeks ook. Maar een beetje een tegenvaller daardoor. Want ik denk dat iedereen had gedacht. Oh ja, de 80s. En ja, ja. het is helemaal zo. Zit en dat in is the air heel... tonight. En dat is, en is helemaal niet. Het nee, nee, is wel hetgeen dat je hebt met die film. Dat je denkt. Ah, oh, man, deze is echt zo. Deze is eigenlijk omdat de originele reeks van, van Miami Vice, buiten de, de shoulder pads en de flashiness, was ook donker en onaangenaam. Hè? En traag. Je vergeet ook hoe, hoe erger dingen dat daarin gebeurden. Ja. Dat je echt zo door van... Oei, shit... Dat was wel een de eerste tv reeks die er flasje uitzag, maar wel inhoudelijk donkere zaken aan. En die ook vooral serieus genomen werd. Als zijnde, zoals bijna cinemafilms, zo serieus genomen werden. Dat dat seizoen echt die tut mocht toen dat het kwam. Dat dat, de nieuwe Miami Vice. En dan die soundtrack zoeken en zo, ja, fantastisch. In deze ook, Heat ook, soundtrack is fantastisch. En Michael Mann heeft ook originele afleveringen geregisseerd van de originele. Uh, Miami Vice. Hè? Nee, nee dat, een is idee. Zijn, dat is zijn. Ding. Dat is toch zijn en, idee? Ook, ja, ja. Hè? Maar de oorspronkelijke ja, voilà. Miami Vice is zijn reeks. Ja, ja, ja. ja, ja, uh, uh, ja voilà. en daar hebben zoveel mensen gastrollen in gedaan en zoveel ja. die Miami Vice is. Maar daarvoor had hij al Thief gemaakt, wat van mm -hmm. visueel al een beetje dat is. Ja. Uh, nee, Markleman is. Uh, en hij heeft nu Tokyo Vice, een TV-reeks. Uh, Oké. Okay. Uh, uh, wat naar het schijnt ook echt niet slecht is. Uh, maar ik, ik, nog niet ik gezien. heb nog niks gezien. Heb, gezien. Ik. Nee. Dit is ook, uh, Heats, ook een remake van een film die heet LA Takedown. Okay. Van Michael Mann zelf, dus een, een remake van zijn eigen film eigenlijk. Oh, oké, okay. dat wist ik niet. Dat hebben ja. we nooit geweten, hè? Daar, vallen je Welke je het niet? Film uit 1989, dus al okay. na Miami Vice. Ja. Uh, ik heb dat wel gezien, ik heb dat hier zelfs liggen, maar niet uh, bij om te flapperen. Mm -hmm. um, maar dus LA Takedown is hetzelfde verhaal, alleen natuurlijk, ja, in heat heeft hij dat gewoon 2,0 uh, gedaan. Ja, ja. Uh, eh, eh, uh, uh, ja. dus. dus uh, Oké, okay, ja, cool. Je kunt, kunt er niet omheen. Wat ik ook een heel aardige acteur vind die er ook een klein rolletje heeft, is William Fichter. Ficht, ja. Fichter, ja die, heb ik, ja. Die, ja, die heb ik heel graag. Die zit nu ook weer in de film die ik heel graag wil zien. Die, die, ook in, uh, die zit ook trouwens in, in The Dark Knight, helemaal in ja, de begin van de klopt. film, als de bankoverval gebeurt. Degene ja. die zegt, do you know who you're robbing? He, zo welke... Ja. Dat is ook uh, een hele goede acteur. Hè? Mega cool een Zeer acteur. Goed. Ook ja. iemand die heel psycho era. Ook zit natuurlijk ook in Black Hawk ja. Down en in uh, ja. Armageddon. Ja, ja. ja gewoon één uh, die ik altijd graag zit. Hij zit nu in de film, die heet de Hypnotic. Die ik heel graag wil zien. Maar in ieder geval... Okay. Maar goed, Heat... Uh, Heat nummer één. Is de nummer één, uh, snap ik. Uh, to the force van, uh, van uh, Robert De Niro. Uh, want inderdaad, slechter toch sympathiek... Uh, 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 alles komt een beetje samen in, zijn, uh, mm -hmm. in, in die ja. rol van hem. En ja. inderdaad, samen El Pacino. Nu, ik realiseer me wel dat we geen Scorsese. Uh, als Scorsese doodvalt, verwijs ik de mensen gewoon naar deze, deze podcast. Makkelijk genoeg, hè? Want we al hebben alle. alle films al zijn beste films zitten erin. Dus we hebben we bijna een beetje gat eigenlijk. Ja, uh, ja, Eentje die ik ook nog uh, wou verdoemen, die er bij mij net niet in stond. Uh, is er nog iets wat er bij jou net niet in stond? Bij mij is het Copland. Ja, ook heel goed. Ja, goede film. Hangkattel, uh, de... Ray Liotta, Robert oh, de Niro de... de... En Sylvester We... Stallone. Ja, ja Stallone, uh, toch ook een onderschatte acteur, vind Absolute. ik. Als je veel beter kan acteren dan die drieën altijd. En al veel mensen denken, ja, ja. ja, ja. ja, um, ja ik zit ik, ik aan het denken. Ik, was, ik zal eens IMDb IMDB'en. Even, even maar kijken. ik heb hier ook nog een top 5 slechtste ja. films van Robert de Niro. Ook door okay. het uh, internet uh, gezet. op okay. de zesde plaats. En het zijn wel films die ik niet gezien heb. Dus ja, ja. Uh, misschien jij, of ja, de aantal niet. Uh, op de zesde plaats staat die intern. Heb je dat ooit nooit, gezien? Nooit gezien. Ja. Heb ik ook niet gezien. Uh, wacht, kan ik daar hier snel terug. In? Ja, dat zit in zijn ja. laatste vijftien jaar. Hè, al die ja, films ja, ja. Dus dat kan ik ja, wel raken. In 2015 is dat die intern. Ik kom er nu net voorbij eigenlijk. Ja. Dus dat is, met, ja. uh, dat is met een actrice zeker, ja. uh, die dan de intern is. Uh, uh, en Hathaway is dat. Uh, ah, ja, dus ja, ja, ja. Daar schijnt heel slecht uh, van Nancy Myers. Op mm -hmm. de vijfde plaats, een film waar ik zelfs nog nooit van gehoord had, is War with Grandpa. Ook nooit gezien. Dat is denk ik het vervolg op Dirty Grandpa. Nee. Nou, nee. Ja. Oh, ik weet het niet. Is dat vervolg op Dirty Grandpa? Nee, dat is nog oh. een andere film. Het is gewoon een film die heet War with Grandpa. Mm -hmm. uh, Hubert ja. Thurman, uh, humoristische film. Ja, nooit gezien, nooit van gehoord. Op ja. vier, toch ook voor een heel veel mensen: The Irishman. Uh, uh, een slechtste film van dit jaar. Ga ik, niet, uh, ga ik niet tegenspreken? Ja. En dan op drie, en op twee, op drie, met negen stemmen, Meet the Fokkers. Ja, ja, de ja. The Meet the Parents. De Meet eigenlijk. the Parents-sequels uh, ja, ja. die ze hebben uitgebogen, dat niemand het nog leuk vond. Ja. En dan is er nog eentje later, en die heet Little fuckers. ja, ja. Dat gaat Dan gaat het over dat die kinderen. Dat was de Nero's een titel, hè? die je net had gezegd. had over de kinderen gewoon, moeten we Little Fokkers noemen. En dat was eigenlijk op zich nog wel. Dat, dat is een beetje funny. Maar, daar is, dat is een film maar dat maar dat maar was de enige funny en O'Neill die film klauwt, ik, ik heb hem, heb hem nooit gezien. gezien, dus ik kan het niet zeggen. Dat is, niet. Echt, er, dat is ook echt een reeks. Meet the Parents, ja. meet, the, meet the fuckers. Little hey, fuck dash. shit. Ja. En op één met overtuigend uh, veel uh, stemmen, een film mm -hmm. die ik ook niet gezien heb, is Dirty Grandpa. Ah ja. Met 2016. Ja, nooit, nooit, nooit gezien ook niet. Nee. Nooit gezien. Zack Efron uh, ja. en uh, Zach Efron en Robert De Niro. Uh, ja. Uh, 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 ja, dus. Uh, verschrikkelijk, naar het schijt. Heel veel mensen haten die film. Waarschijnlijk terecht. Een film die er niet in staat, en dat is. Teloorrechten, want dat is. Zonde, die hebben de mensen gewoon niet gezien. Maar mm -hmm. de slechtste film bij Robert De Niro. Mm -hmm. it's, it's, it's en per, it's personal. Ja, ja. Is. Uh, dus ik, ik hoop dat jij hem nog niet gezien hebt. <coughs> Ga hem ook niet kijken. Comedian. Comedian. Oh nee, nooit gezien. Hou zo. Eh. Ja, de Comedian uh, uh, 2016. Hij speelt een. Uh, een, een en dan is het nog eens van Taylor Hackford. En Taylor Hackford kennen we van LA. Uh, hoe noem het? Allee, zeg het. Taylor Hackford kennen we van uh, Ray onder andere. En, oh ja, oké. Okay. En, yeah. en uh, volgens mij is die van Dingen, hè? LA Confidential. Ah nee. Mm, nee, nee, nee. nee. Ik zit in de bar. Nee Nee, nee, nee. Spiritist... Devil's Advocate. Spiritist... Waar we het ah, net over yeah. hadden. Oh, Ray, yeah. Devil's Advocate. Yeah. Okay. 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 En dit, en dat is echt. Robert De Niro speelt een oude comedian. Mm -hmm. Verschrikkelijk. Niet ja. grappig. Uh, okay. uh, Harvey Cartel zit erin. Idy Falco zit erin. Danny De Vita. Ze zit, zit een fantastische cast. Vol, vol goede acteurs. Een verschrikkelijke film. Okay. film. En ja. ook gaat over comedy. En duidelijk en die, mensen en die, die, en het is de rol is van comedy, ja. snap. Dat is het sterkste van allemaal altijd. Als ja. dus dat de uh, comedy moet zijn. Nee, de, de dingen dat ik nog kan laten voorbijkomen, ga je ja? mij vroeg, uh, wat vond je nog leuk? Nog wel leuk, we zullen op een positieve e dood eindigen Nog wel leuk, uh, 15 Minutes. Ah, ja. ja, waar we eigenlijk helemaal geen slechte film is, waar Klopt. de Nero een politieagent in speelt, die ja, spoiler alert, halverwege de film doodgaat, terwijl je dat niet verwacht, want het ja. is een beetje een heldhaftige flik, maar een goede film eigenlijk Ja, ook. ja, ja, ja Over absoluut. Over twee criminelen die echt de 15 minutes of fame willen, hè, en die ja. zoiets hebben van, wij gaan zotte dingen beginnen doen. En hij is eigenlijk een leuke film, ook zo'n zo beetje een onder-de-radar-film, zo beter dan dat je denkt dat het is. Wat ik, wat dus, ik, wel uh, ik nog wil doen is, want, uh, ja. Ja, ik ben natuurlijk altijd science-fiction, en volgens mm -hmm. mij heeft Rob de Niro nul science-fiction-films gemaakt. Mm -hmm. uh, 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 en, en niet heel veel, maar één uh, of toch voor zover ik dat weet één uh, fantasyfilm en die heet Stardust. Ja, Stardust ja, dus, is gemaakt het een, een piraat een piraties dan een kleed draagt ook in. we, RuPaul Drag Race uh, piraat of zoiets. Ja. Uh, een film gemaakt door Matthew Vaughn en daar komen we weer terug bij jou. lokstokje Stock Barrels. want die heeft samen met Guy Ritchie ja. uh, die films uh, ook helpen maken. Ja. Uh, Stardust wat is eigenlijk een beetje onder de radar gebleven een leuke uh, fantasy film is waarin uh, Rob de Niro een klein rolletje speelt ja, Goh, wat vond ik nog leuk en in Mark Strong zekers... doet daar ook in bij. oh, wat een die is Mark Strong ik heb hem er toch nog eventjes ingekregen <laughs> het zou wel zin, het zou wel zin je hebt hem erbij, wacht hè. Ik, <laughs> ik was hier nog even aan, aan het scrollen zo, ja. een klein secondje 15 minutes wou ik nog uh, opnoemen uh, er was ook nog het uh, oh shit, ik... Mark oh. Strong is 5 augustus 60 geworden God damn it man. We hebben hem gemist. God, nu, nu moeten we vijf jaar wachten tot het 65 is. En dan doen we een Mark Strong. En dan doen we een he, Mark he, Strong. En, de, en die neemt ook Mark Strong. Wat een vindt. Dat is de nou. podcast. <laughs> uh, dingen bijvoorbeeld. Niet slecht ook niet. Geen een geweldige film, maar ook niet slecht. Waarin hij een psychopaat ook weer een beetje speelt. The Fan. Ah ja. net hij een enorme baseballfan is. Die is, is dat vooral... van Tony Scott? Uh, Denk het wel. Uh, Denk uh, het wel. Ja, Dat kan. Ja. Ja, hij speelt daar zo'n een, een, een fanatieke een baseballfan in. Die dat, uh, zelfs een, eh, het personage van um, Wesley Snipes volgt ja, als zijn held. Ja, dat klopt. En, en uh, zelfs een moord pleegt op uh, dingen. Eh, Benicio del Toro, die dat eigenlijk zijn nummer heeft in het nieuwe team waarin hij speelt. En beter speelt dan zogezegd. En hij vindt dat dan de schuld ervan, dus hij vermoordt die dan. Zeer goede film, Tony Scott. Ja, ja absoluut ook niet ah, slecht vond ik dingen uh, ja de, 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 deze schot een hele beetje controversiële waren want je kunt er voor zijn of je kunt er tegen zijn. Okay. het monster van Frankenstein maar ik vond die Frankenstein film niet zo heel slecht staat hier achter mij en ik dat is even de weinige lezen en ik, en ik het vind ook die niet die dat hem die heel slecht speelt het is Uit... een beetje het is je kunt niet neffe Robert De Niro een kop kijken en dan mag het een beetje niet helemaal geslaagd ik vond vooral dat Kenneth Branagh wou laten zien dat hij heel hard getraind had en de hele tijd half maakte ja. in die film rondloopt, terwijl dat ja. niet nodig is. En ja. omdat wij zo gebrainworst zijn door de jaren 30 en latere Frankenstein-films, dat mm -hmm. wij het moeilijk vinden dat Frank, het monster van Frankenstein sprak, terwijl hij ja. het boek ook doet. Nou oh ja, tuurlijk. Is de meest, het is de meest trouwe verfilming ja. van het boek van allemaal. Klopt, en het is eigenlijk een beetje in navolging van Bram Stoker Dracula. Dracula ja ...Anna Coppola was het dit. En, maar ik vind dat een goede film. Ik, ik blijf daarbij. Ik vond dat een leuke film. Daar zitten zeer goede um, scènes in. En, en het jammere is inderdaad, dat wij door de Frankenstein... met de twee uh, Bouten in zijn nek... Ja, en, uh, uh, ja. dat, dat wij een verkeerd beeld hebben van wat dat monster zou moeten zijn. En misschien uh, om mee te eindigen, dan ja? voor mij, uh, ja? nog nooit zo'n heroïsche loodgieter gezien, dan Harry Tuttle in Brazil. Sowieso. ...waar een onwaarschijnlijk graven bijrol is. De, de anarchistische tegen het systeem loodgieter... Ja. ...die illegaal de buizen komt fixen in Jonathan Price's huis... ...en dan zeer spectaculair zo rappelt naar een ander gebouw als held. Ik vond dat Superhero van, loodgieter. Super nee, dat is maar één iemand die dat kan. Ja, die en Mario. Dat zijn de enige twee die dat ermee wegkomen. En eigenlijk was ze Mario voor. Hij was Mario voor, hij was de eerste nee, nee. superhero. Is het niet, ja, Mario. Dus uh, Harry Tuttle, shout-out uh, voor de dappere loodgieters die de wereld redden. Dus, Heb uh, je die al voilà. gezien, die, uh, die take-film van Mario? Nog niemand, dat schint hij al goed. Superleuk, superleuk, Hoorlijk, ja, absoluut ja. aanraden. Ja. Nog Waar, niet gezien. Ge mm -hmm. Alles gepikt van Robert. De <laughs> voilà. de... Dat vind ik, ik een de... schone afsluiter Ik denk niet, uh. ik denk dat Mario al bestond. Waarsch... Waarschijnlijk, wel, waarschijnlijk wel. Maar goed, nog niet. Uh... Ja, nee, Brazil is van 19. Was... de aanvankelijke titel van Brazil was uh, 1984,5, hè? Uh, <tieft> die is uitgekomen in 85, Brazil ook is ook een uh, meesterwerk En dan, net als. Waarschijnlijk uh, uh, goed. Uh. Bron van Bonshuizen van Terry Gilliam, natuurlijk. Ja. <tieft> uh, voilà, Robert De Niro, 80 jaar. Een ongelooflijk oeuvre uh, uh, achtergemaakt. Uh, uh, Ik bedoel, er waren. Even zien, hè? Dertig uh, 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 films uh, waar mensen op gestemd uh, hadden. Uh, uh, hè, want er zijn bijvoorbeeld Awakenings, hebben we niet genoemd. Uh, uh, Sleepers, Bronx Tale. Ja. Uh, er zijn zoveel films waar dat hij ja. misschien ook maar een klein backdraft. Waar dat hij een klein rolletje in speelt. Maar wel een grave rol. Trouwens, die we nog vergeten zijn: is King ja. of Comedy. Hè, wat eigenlijk een beetje oh, taxi-driver wow. is met, met een comedian. Ook, ook, nog, ook nog. En waar dat hem eigenlijk een klein beetje. Waar dat Joker eigenlijk. Ongevolgbaar uh, ja. re, re, eh, refereert. Ja, absoluut. Dus, dus uh, de King ja. of Comedy ook echt wel een belangrijke film. Ja. Ook van Scorsese, ja. trouwens. Ja. Dus uh, ja, je kunt het belang van Robert De Niro. Ondanks de laatste, laten we zeggen, 15 jaar waar het meer misdaad. Het is, mm. uh, kun je dus die belang niet, uh, niet onderschatten. Als ja, en... je, je kunt zeggen dat hij ongeveer 30 jaar meer hit dan mis heeft gehad, en dan ja. zowat 20 jaar meer mis dan hit, dan is hem nog al, hij nog altijd voor. Dat staat er nog altijd voor. Ja, als je ziet dat hij een allemaal heeft, dat je niet of vergeten, dan ja. denk ik wel dat je kunt spreken van een, een hele grote. Hè. Absoluut. En vast. Absoluut. Ja. All right. uh, we hebben hem besproken. Uh, ik ben heel blij dat ik dat bij jou mocht doen, uh, Alex. Ik doe. Bedankt voor het gesprek. Zeer graag gedaan, Fokke van der Meulen. Oké, okay, dan druk ik nu op stop.